En dat is iets wat ik ook veel mee heen zie is dat veel mensen hebben intellectueel een mening of een opinie over iets, maar ze hebben het nog niet ervaren. Ze hebben geen belichaamde ervaring van waar ze over spreken. Dat is in ieder geval iets wat ik van jongs af aan al snel leerde, dus op die manier. Dus, dus ga altijd je advies, kennis en kunde halen bij mensen die belichamen wat jij denkt nodig te hebben. Leef je leven nu, zeg maar. Dus als je het hebt over zingeving en dat hele stuk, kan je je afvragen waarom mensen ziek worden als ze met pensioen gaan. Dat hele systeem dat komt tot rust, wat gewoon altijd maar. Tot aan die pensioenleeftijd heeft gewerkt, hè? waar weet je wel, je ziet heel veel mensen dan ziek worden. Ik ga aan mijn trauma's lopen kloten, aan mijn emoties, aan mijn gedachten. Dat is allemaal leuk en aardig. En waarschijnlijk ga je daar heel veel mee, mee, mee winnen. Alleen het punt is: je kan geen mooi huis bouwen met een rot fundament. En jouw lichaam is afhankelijk van die energie en van de natuur, want jouw lichaam is de natuur. Bon dia, lieve mensen. En welkom bij een nieuwe Moondie Talks. Dit keer vanuit Lagos en mijn gast vanuit Nederland, Matthijs van Doesburg. Welkom, Matthijs. Tof dat je hier bent. Dankjewel, Henri. <laughs> <laughs> um, Matthijs, voor de mensen die jou nog niet kennen, kun jij jezelf uh, in het kort voorstellen wie je bent en wat je doet? Zeker, in het kort. Nou, ik. Uh... Ik ben Bron, wat zichzelf ervaart met uiting als Matthijs. Wat, wat doe ik allemaal? Ik, ik werk als lichaamsgericht therapeut en educator. Dus ik help mensen in principe om hun trauma-symptomen tra trauma en patronen te transformeren naar een, vrije naar een vrije leven. En dat doe ik via een podcast, de Zelfrie Podcast. Via mijn online platform, de Zelfrie Academy. En via mijn praktijk, waarin ik met verschillende mensen werk. Waar dus li het lichaam eigenlijk dominant in, werkt als ingang. Uh, ja, om, om mensen dus op een, uh, een holistische wijze via verschillende facetten van het leven te leren hoe ze ownership kunnen nemen over hun realiteit. Uh, en dat gaat het beste wanneer je eerst even ownership of eerst even ownership leert nemen in het kader van gezondheid. En uh, leert dat het leven één grote spiegel is van bewustzijn. En dat je die dus kunt gebruiken om iedere keer weer eens naar, naar binnen te gaan. En dat is eigenlijk in een nutshell wat ik doe. Dus uh, ik help uh, mensen met, uh, ja, met, uh, met chronische klachten. Of mensen die hun uh, specifieke thema's in hun leven willen transformeren. En uh, ik vind het leuk om, uh, om mensen wegwijs te maken. En te leren hoe ze dat allemaal zelf kunnen doen. Zodat ze dat verder op eigen houtje kunnen voortzetten. Waarin ze dus uh, zelfredzaam zijn. In plaats van dat ze het handje moeten vasthouden aan papa overheid. Of, uh, of papa Matthijs. En... Uh, ja, dat in een nutshell. Mooi, dankjewel. Um, ja, daar gaan we het natuurlijk nog wel uitgebreid over hebben: over de chronische klachten. En uh, nou ja, hoe jij daarnaar kijkt en um, wat je daar ook. Uh, ja, hoe je aan het werk gaat met jouw klanten. Uh, ik vind dat reuze interessant. Um, maar kun je mij eens meenemen, ons eens meenemen. in waar het voor jou begon? Want er is wel echt een omkeer in jouw leven ge geweest. Uh, waarin jij dit ook zelf hebt ervaren. Uh, chronische pijn, chronische klachten... en ook dat je echt zelf die, nou ja, hoe je het zegt... de zelfregie in handen nam... en het, jouw hele leven toch wel uh, een andere wending kreeg. Ja, mijn pad is begonnen op mijn negentiende... Um, of achttiende, ik weet het niet meer exact... maar ik denk negentien. het was in het jaar 2012... Heb ik, kwam ik keer uh, anderhalve week geleden achter... tijdens het geven van een, mm. uh, uh, een uh, online workshop... en toen dacht ik, oh ja, verrek... Het jaar van de transitie volgens de Maya. En Bijzonder, toevallig ja. in dat jaar ervaarde ik de, 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 het omslagpunt. Ik zat tijdens een voetbaltraining in een gat en toen klapte mijn knieën achteren. Waardoor ik dus niet meer echt mijn gewicht op links kon dragen. Dus ik ging heel erg mijn gewicht. Dus ja, ik, kon, ik kon niet meer op mijn vrouwelijke kant staan. Ik kon niet meer op mijn, uh, op mijn gevoelskant leunen. En dat maakte dat ik heel erg uh, masculien en, en young georiënteerd door het leven ging vanaf dat moment. Dus ik moest heel erg, uh, ja, heel erg leunen op mijn wilskracht. Um, en in de jaren daarop ja, verplaatste die pijn zich. Dus eerst wa waren de uitingen af en toe verlamming van mijn linkerbeen. Waarop ik echt helemaal niks kon doen op mijn linkerbeen. Uh, dat, die, uh, dat die compleet num was. Uh, daarna... Ja, uh, omdat ik dus niet meer op links kon dragen, ging mijn, recht, ging mijn heup zo staan. Waardoor ik een uh, compressie kreeg. Sorry hoor, de honden die zijn er ook vandaag. Ja, ja gezellig. Soms, dat ik misschien even naar buiten moet lopen om even, even er eentje naar buiten te laten. Of even moet corrigeren. Want, uh, <laughs> ja, ik hoor. zie al dat gekwispel. Wil lekker meedoen. <laughs> <laughs> um, even kijken dus dat mijn uh, rechterheup heup uh, moest, enorm moest compenseren. En ik, kreeg, ik ervaarde daarna daarop chronische laag rugpijn, nou, dat schoten door naar mijn linker schouder, dat werd chronische schouderpijn, chronische elleboogpijn, chronische kaakpijn, uh, migraines, um, en met als met, uh, met een depressie als de kerst op de taart, dus in die uh, ongeveer Zes jaar tijd nadat, na die blessure heb ik veertien uh, verschillende fysiotherapeuten gezien. Twee chiropractors, een podotherapeut, knieoperatie, emmerie, uh, rolvers... En, en waarschijnlijk nog meer mensen, professies die ik me niet langer kan heugen. En al die mensen die hebben me eigenlijk geholpen door mij niet te helpen. Althans, ze konden op dat moment mij in principe niet het bewustzijn... en de, de antwoorden geven die ik nodig dacht te hebben om... Ja, dat de hele. Wat was, dat, wat en, was bij hen uh, dan vooral de focus om jou te behandelen? Het uitgangspunt? Nou, de, de focus bij hen was eigenlijk constant. Uh, oh ja, de, je mist hier een range of motion. Je moet stretchen uh, of je moet mobility uh, werk doen. Uh, je moet, uh, oh, je hebt hier te weinig spierkracht. We moeten uh, uh, isometrische oefeningen gaan doen. Uh, dus legprijs en dat soort shit om je spierenweefsel weer te herstellen. En ja, dat zal ongetwijfeld allemaal effect hebben. Alleen het punt is, ze, ze konden niet uitzoomen naar het grotere plaatje. En ze, eigenlijk wat ze ook deden is, ze gaven mij allerlei interventies. Maar ze, ze duwden me weer in de omgeving die mij ziek hield. Dus er was maar, uh, wat, ik, wat ik in mijn werk vaak deel met mensen, is dat bijvoorbeeld fysiotherapeuten, die leren bijvoorbeeld, die krijgen een hamer. En ze zien overal spijkers. Ja, 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 ja. Uh, maar soms is het ook even nodig om een schroevendraaier te gebruiken. Of een ja. schroeftol, of iets anders in die zin. Ja. Uh, of soms moet je een keertje schilderen of weet ik, weet ik veel wat. Of schuren. Maar zij hebben alleen maar die hamer. Dus zij kunnen alleen maar met die hamer werken. Dus is de oplossing beperkt. En omdat zij leren dat dit is wat het is. En dat vaak mensen in die protocollen werken. die gebonden zijn aan zorgverzekeraars. Dus ook niet buiten het pad kunnen. Of, of vaak gewoon werken, niet, simpelweg niet weten hoe. Nee. En mensen ook, ook in de. In de uh, veel geneeskundigen zijn opgeleid uh, in een curriculum. wat opgebouwd is. Uh, dankzij de Rockefeller Foundation, de General Board Education System. wat in de, de 20e eeuw is opgemaakt. Uh, toen Rockefeller zijn transitie van uh, kolen naar olie ging maken. En toen heeft hij, uh, nou goed, daar, daar kunnen we misschien wat later nog op in. Maar heel veel mensen hebben hele goede intenties. maar hebben helemaal niet de skills en know-how. En wat er dan gebeurt, wat in ieder geval mijn ervaring is. Is dat uh, ja, jij komt eigenlijk als het ware binnen met een lekkage. Hè? Als, stel even, je, 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 je kraan die lekt. Ja. Je, gaat naar een, uh, uh, je gaat naar een fysiotherapeut en je, en je vraagt of, of, hij de of, of hij of zij kan helpen om, die, om dat lek te dichten. Nou, dan doen ze dat vaak voor een kwart, of 30%, of 40%, soms wel 50, 60, maar het lukt niet helemaal. En, en dan zeggen ze nou, tot de volgende keer. En zo ben je maanden, soms wel jaren, bezig met iemand. En dan is ik van ja, ik vind zo'n fijne therapeut. Maar. Ja. Maar er worden geen resultaten geboekt. Nee. Um, en um, kijk, als, als een loodgieter zoiets flikt bij je... hij komt thuis bij je en hij fixt het niet... Dan, dan trek je hem bij z'n oor en zeg je... Hey, Pikkerpijp, pikkenpijp, uh, we zijn nog niet <laughs> klaar, hè? Ik betaal, je niet voor ni Ik betaal je niet voor niets. Maar dat werkt in de geneeskunde en in de paramedische hulp... werkt dat vaak wel zo. Ja. En het is, het is vaak wel iets complexer. Maar dat is de grap, als je de complexiteit induikt... dan maak je het allemaal minder complex voor jezelf... Uh, en ga je juist minder gebruiken. Ja. Maar goed, het is wel belangrijk om te weten welke, waar je op mag inzoomen. Dus daarvoor heb je uit te zoomen. Dus om even terug te komen op jouw vraag: waar, waar, sch waar schoot het nou tekort bij veel van die mensen? Is dat ze ja, te weinig tools en know-how hebben over hoe gezondheid werkt. Uh, en dat veel van die mensen gezondheid ook niet uh, belichaamden. Dus wanneer jij, dan ben je een soort van. Uh, ja, zoals Carl Jung bijvoorbeeld, dat is een mooie quote: uh, intellectualism is the common cover. Cover-up for fear of direct experience. En dat is iets wat ik ook veel me heen zie... is dat veel mensen hebben intellectueel een mening of een opinie over iets... maar ze, ze hebben het nog niet ervaren. Ze leven het niet. Ze hebben geen belichaamde ervaring van waar ze over spreken. Ja. En dat, uh, dat is in ieder geval iets wat ik van jongs af aan al snel leerde Dus op die manier. Dus dit, ga altijd je advies, kennis en kunde halen... bij mensen die belichamen wat jij denkt nodig te hebben. Ja. Uh, ze hebben het echt al doorleefd, toch? Ze hebben het al doorleefd, ze hebben het ervaren. Ze, 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 ze weten het echt, hier, zeggen, ja, ik wijs mijn buiken, maar ze weten het hier en niet alleen maar uit de boekjes en ja. in hun hoofd. Ja. En, dan, en dan het volgende punt, want dat heb je ook veel van die mensen die hebben, hè, bijvoorbeeld Sonja Bakker of weet ik veel wat, die hebben een dieet gevonden. Ja. Uh, en dan, dat werkt dan voor hen. En dat moet dan op iedereen werken. Ja. Dus ze kunnen hun, ze kunnen zich niet, uh, ze kunnen niet in context denken. Ze kunnen alleen maar vanuit hun eigen context denken. Dus wat ook fijn is, is altijd naar mensen te kijken. Van wat is je, wat is jou, wat zijn je resultaten? Wat heb je geboekt met mensen? Wat heb je bereikt? Ja. Met wat voor verschillende contexten en casussen heb jij gewerkt? Ja. En dat merkte ik, dus daar had ik allemaal totaal geen weet van. Ik dacht van ja, fysiotherapeut die snapt wel hoe het werkt. Een, een arts die snapt wel hoe het werkt. Die gaan mij uitleggen hoe het allemaal in elkaar zit. En ik kwam er dus op deze. Ja, en, en op die manier kwam ik er dus achter dat eigenlijk heel veel van die mensen er helemaal geen kut van snappen, om het maar heel even plat te zeggen. Ja. En dat, uh, daar moest ik uh, op een harde weg achter komen. Uh, maar goed, het, het is niet voor niets. Ik bedoel, als je nu kijkt, uh, sinds 1876 is de gloeilamp bijvoorbeeld uh, geïntroduceerd. Sindsdien zijn uh, westerse ziekten enorm gestegen. Uh, er zijn meer chronisch zieke mensen dan ooit. In Nederland telt al ruim 11 miljoen chronisch zieke mensen. 11 miljoen chronisch zieke ja. mensen, ik weet niet hoeveel we er wonen, 18 of 19 miljoen of zo. Dus we worden steeds slimmer, maar we worden steeds zieker. Ja, ja, ja. Dus uh, wat, is, wat, is, ja, dat... wat is daar voor jou? Um, hoe denk je dat dat komt? Dat is wel echt heel interessant natuurlijk. Nou ja. hè? Dus... Dat heeft dus te maken met een uh, met een x aantal facetten die ik dus nu gedurende, dus dus ik ben uh, momenteel 31 volgens de Gregoriaanse telling. In de afgelopen 12 jaar van mijn leven heb ik dus Geleerd uh, de eerste zes jaar heb ik het dus eigenlijk ondergaan hoe het is om het niet te snappen en om maar constant mezelf uit handen te geven. Van, ja, hier ben ik. Uh, ga mij maar vertellen hoe het zit. Repareer me maar. Fix mij. Hmm. Nou, die mijn, die mindset die heeft me helemaal niks opgeleverd, los van het feit dat het me heel veel pijn heeft uh, opgeleverd. En om een beetje de typische. Typische verhoudingen in de zorg. Ik heb tien jaar op de intensive care gewerkt, daarvoor ook nog een jaar uh, op traumatologie, dus ik kende de zorg. Dat is wel acute zorg. Ik vind oh, dat leuk. vaak nog net even anders dan um, chronisch zieken. Weet je wel, we zijn acuut op de intensive care. Ja, dan, moet, dan moet er gewoon geholpen worden. En dan, weet je wel, dat is wel net even anders. Maar ga je er van IC ja, af, zeker. dan ga je naar de longafdeling, Dan fik je je longen en ga je daar naar de. Of naar de Nefrologie, de fictionieren, weet je wel. Dus dan begint dat hele spel waar je het over hebt en van we kijken alleen naar dit stukje en um, die mindset. Maar ik herken dit natuurlijk heel erg en dan is het echt, uh, weet je wel, daar staat de arts en het is gewoon opkijken en uh, jij gaat mij helpen. En um, ik heb vaak genoeg gezien families die bijna op hun knieën gaan van, van dankbaarheid, van, uh, weet je wel, echt, uh, richting, uh, richting de dokters. Dus ik denk dat dat, dat natuurlijk helemaal doordringt. In de zorg en natuurlijk in heel veel. Hmm. Uh, en Dingen in, in het leven. Hè? En uh, <laughs> het is niet alleen de zorg. Ja, dat is dus, dus. enerzijds is dat gelieerd aan het feit dat er heel veel. Uh, volwassen lichamen zijn. met uh, onvolwassen psyche. En, en uh, of eigenlijk zijn er heel veel kinderen in volwassen lichamen. die dus constant. en dat is daar ook om, om ons heen. dat uh, Big Daddy Government. Uh, yes, Government Daddy. Vertel me maar uh, met wie ik wel en niet mag omgaan. Vertel me wat ik in mijn lichaam moet spuiten. Vertel me wat ik mag eten en niet. Ja. Uh, oh, ik voel me ziek. Oh, uh, jij moet me helpen. Want jij bent papa. En jij weet het wel zo goed voor mij. Oh ja, en de arts die weet het ook wel zo goed. Maar iedereen, het is constant alles buiten jezelf leggen. Je, constant, en dat, is, dat heeft dus ook te maken met dat autoritaire schoolsysteem. Dat wij van iets of iemand leren hoe het allemaal werkt. In plaats van hoe. Ja. Dus wat, je, je wordt geleerd wat je moet denken, wat je moet doen en niet hoe. Ja. Dus je blijft constant slaaf van, van de autoriteit. Um, dus dat moest ik in ieder geval op die manier nog eventjes uh, uh, hard ondergaan. Um, het was wel na zes jaar tijd um, dat, dat ik op een gegeven moment moe gestreden was en ik ervaarde dus constant weerstand op het leven en op mezelf en op de klachten. De, en de mate van weerstand is ook direct de mate waarin je iets in stand houdt. Uh, what you resist. Persist. Het is gewoon een soort van ballon die je constant onder water probeert te duwen. En in dat jaar van die depressie van een jaar lang, kwam langzaam maar zeker de overgave. En aan het einde van die depressie was gewoon, ja, ik, was, ik kon niet meer. Alles deed pijn. Ik kon niet zonder pijn leven. Ik was constant alleen met pijn. Als ik ging naar fysio, naar met dry kneeling of dit of dat. En nou, dan was het weer even een uurtje beter en daarna kwam het allemaal weer terug. Ja. Dus het, had, het had geen blijvend effect. Um, had ook met alle, allerlei andere dingen te maken, niet alleen maar met... met uh, met hoe ik at en maar ook het feit dat ik bijvoorbeeld... Ik was bezig met het uh, trots maken van mijn vader. Dus ik zat nog heel erg in zo'n construct. Dus ik deed... Ik, ik studeerde voeding en diëtetiek en food and business. Ik heb ook nog in het ziekenhuis gewerkt. Wat ik doodzieke mensen. Uh, witte boterham met pindakaas, kaas ja. je koelt en dat soort troep. Dus uh, het ziekenhuis... Uh, ja, voor, voor acute zorg. Nogmaals, niet, niet om de westerse geneeskunde helemaal af te kappen. dat uh, Voor acute zorg is het fantastisch. Maar vaak voor... Um, ja, voor de wat meer complexere klachten. Ik heb. Uh, ik had uh, een week of twee geleden een interview met een collega van mijn arts. Die is, uh, sorry, Ernst. Die is, uh, die is arts. En ja, hij zei ook dat vaak tijdens een studie. Dan, was de, uh, dan kregen ze bij, de, 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 bij ziektebeelden. was uiteindelijk vaak de oorsprong onbekend. En zo heeft hij heel veel ziektes geleerd. waarvan de oorsprong onbekend is. Nou ja. Dat, uh... Interessant hè? En hoe ga je dan behandelen, Precies, zou je zeggen? Als je niet klant. weet wat de oorzaak is. Hoe ga je is? dan inderdaad behandelen, ja. Maar goed, dus uh, wat in ieder geval het omslagpunt was voor mij, is dat nadat ik zo moegstreden was van al die pijn, dat ik eindelijk in de overgave ging en me overgaf aan het leven. En dat ik besefte dat ik er helemaal niks van snapte. Um, en dat heeft eigenlijk mijn. Uh, ja, mijn transitie echt in gang gezet, dat moment. Was het ook gelijk, ging dat dan gepaard met echt gewoon een gigantische bewustzijnsgroei? Dat je echt denkt, ja, ik kan me voorstellen als, um, uh, als je dan in één keer beseft van wow... en je ziet in één keer van, dit is niet zoals het gaat, weet je wel. Al die, al die mensen die mij hebben geprobeerd te helpen, die weten het niet. Uh, dit is niet de manier. Ik heb zelf echt de verantwoordelijkheid te nemen over deze situatie. Ik kan me voorstellen dat het ook een gigantische... Uh, Bewustzijnsgroei uh, tot gevolg heeft gehad omdat je steeds meer gaat zien, omdat je ook zo steeds meer over dingen gaat nadenken. Absoluut. Ja, ik, heb, uh, ik heb in ieder geval wel gedurende die hele periode uh, constant mezelf, ik heb de tv uitgedaan, ik ben constant ga in, gaan studeren en, en kijken, oké, okay, wie of wat snapt het dan wel. En heel veel gaan experimenteren. En waar begon en je dan? Want, want ja, waar begin je dan? Weet je wel dat je denkt van oké, okay, ja. dit moet anders. Ik had in ieder geval al wel uh, toegang tot het internet, dus dat heeft wel geholpen. Uh, dus ja, forums, uh, YouTube, uh, boeken, uh, blogs, ja. heel veel lezen, podcasts, videocontent. Uh, van de een ga, in... ga je weer naar de ander. En, uh, ja. ja, en ik heb op die manier wel hele mooie modaliteiten leren kennen en uh, ben bij, uh, bij verschillende mensen terechtgekomen. Te maar het wat in ieder geval wel mooi was toen ik uiteindelijk in de overgave ging, dat, dat, dat laat ik ook zien in mijn, in mijn trailer... Uh, dat, dat toen kwam ik daarna een, een instructeur tegen bij, bij het Radbaat Sportcentrum waar ik sport in Nijmegen, daar woonde ik en studeerde ik, en hij zei van lieve jongen, wat ben je allemaal aan het doen man? Ik was uh, aan het kloten met elastieken en, en lacrosseballen en stretches, en hij, zei, hij zegt van, je denkt toch niet dat een leeuw ook uh, even dit gaat doen voordat hij een keertje in beweging komt en uh, zichzelf nuttig gaat maken? Een gezond mens, die hoort gewoon koud te kunnen bewegen zonder dat er gezeik aan de, dat de stond aan de knikker is. Dat is aan de hand? Dus ik Legde mijn verhaal uit aan hem en hij zei: van, Nou, weet je wat? Eh, ik snap dat je sceptisch bent, maar kom, even, kom gewoon een keertje langs. Laat me naar kijken. En dan, uh, uh, dan kijk wat ik voor je kan betekenen. Nou, in principe had ik al de overtuiging: van, ja, niemand kan mij helpen. Dus dat is ook een behulpzame overtuiging, natuurlijk. Um, want dat was nog niet zo gebleken. Alleen dat was dus allemaal in het reguliere uh, verzekeraars-in uh, uh, die sector. Dus dat waren ook allemaal mensen die meewerkten vaak in die protocollen. Uh, en toen heeft uh, die beste man, uh, die PDTR, Propioceptive Deep Tendon Reflex, van een orthopedisch, orthopedisch neurochirurg uit Mexico, Dr. José Palomar. En die kon een bepaalde hypertonie uh, weghalen, dus een constante spierspanning. Die zat bij mijn gluteus medius, bij mijn bilspier. En die, zorgde, die maakte dat ik mijn knie niet kon stabiliseren. Dus mijn, ik had heel vaak dat mijn knie na, weer naar achteren klapte. Yeah. Of dat hij wegzwikte. Dan liep ik bijvoorbeeld een trap op op school of thuis. En dan knikte ik in één keer weer zo naar de zijkant. Dus ik kon mezelf dus niet houden. Ik kon mijn eigen uh, gevoelswereld dus in die. In de, als ik dan eventjes die brug weer sla, kon ik niet houden. Ja. En de knieën staan voor het ego. Um, dus uh, ik was in die zin zo flexibel geworden. En soms is het goed ook om, 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 om je poot stijf te houden. Dus daar is ook weer een, een belangrijke balans in gaan. Dus uh, momenteel ben ik weer in, in gesprek met mijn linker die me weer dingen laat voelen. En dan ben ik weer verder met dit, uh, met dit stuk. Um, maar goed, dankzij hem kon ik weer voelen. Na die sessie met hem kon ik in één keer mijn gewicht op links dragen. Dat was voor mij zo'n enorm Eureka-moment. Hoe, wow, joh, het kan dus. Er is nog licht aan het einde van de tunnel. Helaas, na een week was het effect weer weg. Dus ik ben daar nou een paar maanden lang nog geweest. Maar goed, dat, dat was weer bij, bij hem. Hij had ook weer maar een paar... Hij haalt een hamer en een schroevendraaier en that's it. Ja. En die hamer en schroevendraaier waren ontoereikend voor mijn, voor mijn situatie. Dus ook, ook Gerben heb ik uiteindelijk weer losgelaten. En ging ik weer verder op mijn pad. En eigenlijk heb ik allerlei verschillende tools uh, gedurende de jaren daarop geleerd via... Uh, verschillende experts en therapeuten. Ik, heb, ik ben een YouTube kanaal begonnen toen. Dat heette toen Injured dames. Zo voelde ik me, een geblesseerde idioot. Hmm. En uh, nou ja, kwam ik bij uh, mensen als Wim Hof, Dr. David Busselli en andere mensen. En, en, en ben ik dat gaan ervaren. En zo heb ik langzaam maar zeker mijn kennis en, uh, en tools uitgebouwd. En, en stukje voor stukje gaan belichamen. Om dus ja, die, die, uh, die gezondheid en die balans weer in mezelf te, uh, te creëren. En na negen jaar na mijn knieblessure kon ik weer voor het eerst in mijn leven pijnvrij hard lopen. Wow. Dus daar heb ik uh, heel lang, man. heel hard voor gewerkt. Maar dat, uh, ja, ik heb, om daar te komen, heb ik een enorm, enorm pad moeten afleggen om te leren van hoe, hoe kom ik van A naar B. Ja. En uh, ja, heb ik dus geleerd hoe, hoe de mens op een fundamenteel, op een basisniveau werkt voor gez gezondheidstechnisch. En dat ben ik op een gegeven moment doorgegeven aan andere mensen. En uh, ja, eigenlijk. Dat is dus eigenlijk wat ik nu overdraag aan mensen. En ik ben er nu nog steeds mee bezig. Het is. Uh, uh, bron is oneindig. En het van, pad van ontwikkeling. En is, is in die zin ook on oneindig. En is het dus de kunst om dat centrum te bewaken. En te leren van. oh ja, wel, wel, wat probeert mijn lichaam hiermee te vertellen? Wat, wat, welke boodschap mag ik hieruit halen van het leven? En wat bedoel je met. Uh, wat bedoel je met nou, centrum? Als je het zo vertelt in deze context. Nou, het centrum in die zin dat. Uh, Letterlijk in het midden staan van in het midden zijn van jezelf. Dus mm. wij leven in een duale wereld. We worden aan alle kanten wordt er getrokken aan ons. En de kunst is om, om te pakken wat je interessant vindt en wat je leuk vindt en wat je mee wilt nemen in jouw creatie. En, en dan vervolgens weer in het midden te bewegen. En in het midden in die zin is, we hebben bijvoorbeeld de zon is een pluspol, de aarde is een minpol. Wij zijn een wandelende zak water. En door ons gaat die energie heen. En wij, als wij meedoen in het ritme van de natuur, tussen plus en min, dan ontstaat er als het ware een, 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 een spiraal, een infinity-teken. Als je mensen ziet sprinten, als je ze ziet bewegen, als ze gezond zijn, dan zie je daar een mooie balans tussen plus en min. Uh, ook in symmetrie van gelaat, lichaam, postuur, uh, uiting, stemgeluid. Daar zit een rust en een centrum in. Dus mensen zijn geankerd in zichzelf. Ja. He, dus we hadden het net eventjes over die New Age-shit. Nou, daar kunnen we straks ook een uitstapje naar maken. Waar zijn de mensen die het anker in zichzelf voelen, die niet per se iets van buitenaf nodig hebben? Het, he, uiteindelijk is dat centrum, dat anker in jezelf, is, is belangrijk. Als je dat niet ervaart, dus dat zie ik als het centrum, dan word je constant getrokken en dan verlies je jezelf in de buitenwereld. Ja, eigenlijk is het ook een stukje wat, wat, wat veel wel zegt van als je afgescheiden bent. He, als je kijkt bijvoorbeeld met je, als je, te veel met je weet je wel, je, je hebt je ziel, dan dus zit je in het, je in het, in het centrum. Um, toch? Dat bedoel je denk ik ook, met het afscheidenheid, of, of is, zie je het zo weer anders. Ik snap heel goed hoor wat je nu bedoelt met de plus en min en er is altijd een, een middenlijn. Ook als, weet je wel, als je naar jezelf kijkt, het, um, wanneer ben je gecenterd, het, het, het centrum. Ja, ik, ik, ik snap dan nog niet eventjes de link die je nu legt met de ziel, maar, maar uh, het... het uh... Nou, het, wat ook veel, wat veel wordt gebruikt is dus je zegt van uh, wanneer ben je echt, um, volg je het pad van, van de ziel, hè? wanneer ben je echt aligned, ben je echt in het midden en wanneer ben je afgesneden van mm. jezelf, van je ziel. Mm. Um, dat hebben we ook vaak gezien van wanneer ben je weer gecenterd, aligned. Ja, alleen je kan voor het pad van de ziel door heel veel lijden en, uh, en leed gaan en, dan, en daarin nog steeds gecentreerd zijn. Dus je kan het pad van de ziel bewanden. We hebben in deze duale wereld hebben we condities nodig om onszelf onconditioneel en onvoorwaardelijk te leren lief te hebben. Dus we hebben die struggle hebben we in die zin nodig om te groeien. Hè? Dat, dat polaire geeft ons heel veel. Contrast en frictie. En dankzij die frictie kunnen we heel snel groeien. Ja. In andere densiteit in het universum, in 4D, 5D, 6D, is er veel minder van die frictie. Dus is er veel minder groei. En dat maakt de aarde zo'n populaire leerschool in het universum. Um, maar je kan dus in die zin. Uh, kijk, een centrum, een ankerpunt voelen in jezelf. Ook al ben je volle bak aan het lijden, dat is gecentreerd zijn. Dus je centrum voelen in het lijden, je centrum voelen in het genot. Je centrum voelen in het geluk. Uh, ik, ik weet even niet meer precies hoe die quote luidt... maar volgens mij iets van... Uh, to, to a man who is... het gaat iets in de zin van... als je met beide polariteiten kan zijn... Uh, dan kan je... Dan, ver, dan, dan verdwijnen eigenlijk de polen. Ja. Want, want je kan ze beide... Uh, je kan ze beide behouden, laten zijn... en daardoor ervaar jij het centrum. Dus dat is wat we hier leren in deze duale wereld. Kunnen we plus en min, kunnen we dat met net zoveel liefde en, en compassie aanschouwen en laten zijn? Dan, dan verdwijnt de spanning. Ja, ja. Dus ontstaat er een centrum. Ja. En dat centrum, dat ankerpunt, vinden we dus in onszelf, maar ook wij zijn de buitenwereld. Dus in die zin uh, is dat dan weer de esoterische brug. Maar. Om het even simpel te houden, kun je gewoon gecentreerd zijn? Kun je bij jezelf blijven? Kun je blijven ademen? Kun je gewoon waarnemen en laten zijn van dat wat is? Ja. Kun je dus de, de, En van daaruit de beweging maken. Ja, eigenlijk echt een stilte in de storm. Hè? Kun, je, kun je hier zijn, terwijl het nog zo stormt om je heen? Ja, ja dus het oog in de orkaan zijn. Ja, ja, mooi. Um, en dit is misschien wel het mooie, want we hebben het ook in de voorgesprekken over gehad. Jij doet veel met lichaamswerk, ook met schaduwwerk. Met um, schaduwwerk zit je daar ook, hè? met plussen en minnen, met de schaduwkant en de lichtkant, en weet je wel, het, uh, uh, de donkere kant, of ja, hoe je het ook wil noemen. Um, kun jij eens uitleggen hoe jij het.? Want het gaat een beetje samen, lichaamswerk en schaduwwerk. Hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat, wat is het verschil? Hoe zie je het verband daartussen, die twee? Het verschil of het verband tussen lichaamswerk en schaduwwerk. Nou, in principe is schaduwwerk een, een groter concept. Dus het lichaam is heel duidelijk, is heel duidelijk gekaderd. En schaduwwerk op zich is, is alles wat nog in de schaduw ligt, dus waar er nog geen bewustzijn op is, in het licht brengen. En hoe zien we de schaduw? Dat kunnen we onder andere doen via het lichaam. Dus we kunnen onze pijn, onze klachten, onze uh, medische condities, symptomen. Dat zijn uitingen van het lichaam en, en ziekte is ook gezondheid en het woord ziek zit ook zie ik. Dus ziekte is in die zin een spiegel van, uh, van het lichaam voor de waarnemer die het lichaam bewoont. En je ziet als het ware, je kan de schaduw ook zien en lezen aan lichamen, stemgeluid, uh, levendigheid, uh, nou, noem het allemaal op. Dus het lichaam is in die zin een materiële vorm waarin we onze schaduw kunnen herkennen. En uh, in schaduwwerk gaat het er dus om dominant, om dat wat onbewust is bewust te maken, zodat dat getransformeerd kan worden, indien dat de wens is. Dus alles wat nog niet bewust is, dat, uh, dat is veel lastiger om te transformeren en te transmuteren. Dus dat in het kort. En, um, maar dat is ook wel interessant, want. Um... Um, stel je zou bijvoorbeeld echt vooral de focus leggen op lichaamswerk. Denk je dat je daar ook, um, als je kijkt naar trauma's, um, als je alleen maar lichaamswerk zou doen zonder schaduwwerk, dan bouw je in principe nog steeds, of bouw je, uh, kun je nog steeds trauma's krijgen, toch? Lichaamswerk is niet. Um, het, het moet hand in hand gaan. Precies, eigenlijk ook wat je, wat je net zegt. Je kan niet alleen maar lichaamswerk doen zonder geen schaduwwerk, want dan blijf je lichaamswerk aan het doen. Hoe kijk je naar? Ja, klopt. Nou ja, dat is mooi dat je het zegt. Dat heb ik zelf ook echt jarenlang ervaren. Dat ik bijvoorbeeld, uh, leerde ik Wim Hof kennen, of, uh, of, of het TRE van Dr. David Bisselli, Tension and Trauma Releasing Exercise, dus dat is dat tremormechanisme wat je aan kan zetten om stress, trauma en opgekropte emoties te ontladen. Dat komt ook vanuit de bioenergetica, dus als je dat interessant vindt kun je het werk van Wilhelm Reich, John Piracus en Alexander Leun bestuderen. Uh, maar wat ik dus zelf heb ervaren is dat ik bijvoorbeeld dan, was ik helemaal verzot van ademwerk of helemaal verzot van TRE. ...en dan ging ik dat uh, maanden uh, heel veel doen en dan, dan ontlade ik dus allerlei uh, dingen van mijn de spanning... ...alleen ik wist niet wat ik nou precies aan ont ontladen was. En omdat ik dat dus niet wist en ik daar geen connectie mee had, was ik constant die spanning weer opnieuw aan het uh, introduceren, aan het creëren. En moest mijn lichaam dat weer opnieuw gaan vasthouden. Want ik wist niet wat ik nou aan het loslaten was. En met spanning dus bedoel je opgeslagen dus concept... energie of trauma? Ja, dus ja. Opgekropte, emo opgekropte emoties, uh, trauma's. Meestal als, als die losgetrild werden, dan dat zorgt zorgde wel voor een enorme verlichting. Maar als je dus niet, als je in principe dus niet de. De, de binnenwereld, want ook het lichaam is in die zin de buitenwereld. Als je de binnenwereld en perceptie dus niet aanpast en geen stappen maakt om je leven te veranderen, dan ga je weer hercreëren. En dat is dus dat stukje schaduw wat je dus, dus nog niet in het licht hebt gezet. Dus je blijft opnieuw creëren wat je ervaarde. En dat kun je dankzij lichaamswerk, kun je dat openen, maar je hebt wel het bewustzijn nodig van dat wat je opent. Als je niet in contact staat met de beelden, de gevoelens, de emoties... ...en de evenementen waaraan die gekoppeld zijn... ...en dat voor jezelf vastlegt en dus een besluit maakt... ...oké, okay, dus ik moet hier bijvoorbeeld mee stoppen. Ik moet stoppen met gedrag X of Y. Uh, ik, 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 uh, je hebt dan een opening aan, naar je hart gemaakt. Je voelt in één keer van, ja, daar wil ik naartoe in het leven. Maar een dag of twee later kicken alle, alle copingstijlen er weer in. Gaat je hart weer op slot en ga je weer verder met dat wat je deed. Dus... Ja, het is echt langzaam die laagjes afpellen van je conditionering. Ja, als je dus ook je conditionering niet losmaakt, dan, heb je geen, dan kun je geen vrije wil ervaren, want dan ben je onderhevig aan je conditionering. Uh, en en ja, dat is dus een enorm belangrijk component uh, in combinatie met welke helingsmodaliteit dan ook. Anders dan blijf je opnieuw dat, uh, ja, dat creëren. Ja. ja, mooi. En. Um... Hoe ga jij, um, want dit is ook een belangrijk onderdeel hè, van jouw werk met jouw klanten. Um, waar begin jij als je, ja, je hebt iemand voor je hè, die heeft ook al, uh, net als jij, lange, lange al chronische pijn. Is er, is er een manier waar jij dan begint, zeg maar, om, om een opening te krijgen? Of, of ja, hoe, hoe pak je dat aan? Zeker, nou ja. Wat, waar de meeste de mensen dus wel op, op afkomen, uh, wat van dat wat ik deel, zijn de karakterstructuren. Dus heel duidelijk van hoe vormt een lichaam zich aan de hand van pijn. Dus uh, je, het lichaam kan niks verbergen. Het lichaam draagt en is een ex directe expressie van dat wat het draagt. En als uh, de, de ziel met zielenpijn rondloopt, of uh, het ego onderdrukt bepaalde componenten van zichzelf, heeft zichzelf moeten afsnijden en heeft in bepaalde momenten moeten sterven om te kunnen leven. Dan moet het lichaam dat bij zich houden, uh, omdat het nog niet ervaren is. En energie is altijd in beweging en kan, niet ont kan in die zin dus niet ontkend worden. Dus ik, uh, ik zal eventjes door de vijf fases van, uh, van mijn werk heen lopen. Dus er zijn vijf dominante fases waarin, waarmee ik werk. Uh, fase 1 is uh, natuurkunde, bioritme, biomechanica en voeding. Dus dat zijn hele aardse componenten van. Van hoe, hoe de realiteit hier op aarde werkt. We zijn allemaal onderhevig aan zwaartekracht. Er komt de zon op en hij gaat onder. Uh, dus daar zitten componenten in verstopt. Uh, als, we, als we ons bioritme negeren, en, uh, dan loopt uh, iedere cel loopt op dat ritme. En als die niet op het juiste ritme loopt van de zon en de maan, dan kan je niet lekker gaan. Dan weet je, dan weet je lichaam dus niet wanneer die bepaalde hormonen moet, uit, uh, moet afgeven of niet, welke organen die uit en aan moet zetten. Dat loopt als een soort van prachtig orkest. In harmonie met de natuur. Alleen de mens is zichzelf dus sinds de gloeilamp, onder andere, dus 1876, zoiets, gaan onttrekken van de natuur en is binnen gaan leven. Uh, en, en we zien dus, uh, het mitochondrium is, is, een, is een energiefabriek, zoals we dat leren in, in biologie, die produceert ATP. Dat is een brandstof die ons lichaam kan gebruiken om, om in beweging te zijn en om te denken, dus om, 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 om taken uit te voeren. Uh, dus dat is een beetje de motor van het lichaam. En als we dus. We kunnen wel aan de banden gaan werken of aan de ruitenwisser of aan de ruitenwisser vloeistof. of nieuwe velgen kopen of, of nieuwe, nieuwe wielen. Maar, maar het rijdt niet zonder die motor. Dus fase 1 gaat heel erg over energie. Van ben ik hoog energetisch geladen genoeg. om om te gaan met de dualiteit? Ja. Hè, met plus en min. hitte, kou, leven, dood, dag, nacht, katabol, anabol. En als die processen al niet lekker lopen. En ik ga, ik ga aan mijn trauma's lopen kloten. Aan mijn emoties, aan mijn gedachten. Dat is allemaal leuk en aardig. En waarschijnlijk ga je daar heel veel mee, mee, mee winnen. Alleen het punt is: je kan geen mooi huis bouwen met een rot fundament. En jouw lichaam is afhankelijk van die energie en van de natuur. Want jouw lichaam is de natuur. En de Chinezen hebben earth, wind, fire en air. En, en ether, het vijfde. En eigenlijk van al die elementen wordt ons lichaam gemaakt. Dus als je die elementen. Elementen en fundamentele fundamentals, funda-elementals als het ware, dus niet respecteert, dan heb je geen fundament om op te bouwen. En val je dus iedere keer weer in elkaar. Uh, want om een voorbeeldje te geven, uh, als je met een ontstoken darmen rondloopt, jouw darmen produceren voor negen, circa 90% serotonine. Dus dat hormoon, uh, die stof Gelukzame. heb je nodig ja. om onder andere zingeving, geluk. Uh, plezier dus te ervaren, focus. En serotonine is een precursor van melatonine. En melatonine heb je nodig om diep te slapen en om, om, anti en om, om, om shit op te ruimen in het lichaam. Het is een enorm krachtig antioxidant. Um, uh, en we maken al onze bouwstoffen, al onze hormonen maken we van dezelfde bouwstoffen, namelijk cholesterol en UVB-licht. Wat is UVB-licht? Het is een bepaalde frequentie wat we uit zonlicht halen. Dus, en als ik dan in stress uh, verkeer op fysiologisch niveau. Dan moet ik dus energie vrijmaken voor cortisol, adrenaline, noradrenaline. Dus heb ik minder bouwblokjes voor dopamine, serotonine, cannabinoïde, dat soort stoffen. Dus ik kan me helemaal niet gelukkig voelen. En dan heb ik een of andere mental coach of een psycholoog die zegt. Ja, je moet gewoon positief denken. <laughs> ja, lekker pik. Of uh, kun je het de ruimte geven? Kun je even je gevoel ruimte geven? Ja, is goed, ja. pik. Maar ik heb ook niks om dan weer vervolgens dat. Kijk, ik kan wel mentaal van alles doen, alleen we hebben hier in het aards nou eenmaal deze biologie. Dus laten we daar ook dan alsjeblieft gebruik van maken, ja. op een goede manier, met basisprincipes. En die basisprincipes die horen dus bij fase 1. Ja. Dus dat is fase 1. Ja. Dan gaan we door naar fase 2. Um, wie ben je? Wat is je energetische blauwdruk? Wat, wat, wat komt jouw ziel hier ervaren? Um, ik geloof dat, dat de ziel een tijd en moment heeft gekozen om in vlees te komen, in karne, in te, te incarneren. En we kunnen onder andere de Dreamspel, de Tolkien, Human Design, Jinkies, de uh, uh, Raid dat soort constructen gebruiken om inzicht te krijgen: van, hé, hey, waar, waar gaan we ook alweer op aan? Waar, waar word ik enthousiast, blij en, en, en waar kan ik passie in ervaren in het leven? What makes me happy? What makes my, my, Weet je wat wat, wat? wat maakt dat mijn vuur brandt? En ja, er zullen we vast wel allemaal satanistische. dat soort shit. Sorry, de, dat, dat is overal. Satan is oud hebreus voor Shatan. En Shatan betekent die opposer, de tegenstelling. We leven in een duale wereld. Deal with the fucking opposites. Als je daar niet mee kan dealen, ga lekker uh, op het midden van, van het Christus kruis zitten. Weet je, dat is misschien wel heel plat, plat geslagen. Maar ik kan er ook een beetje simpel voor worden. van al die mensen die allemaal roepen dat het allemaal satanistische tering zo is. Ik heb ook veel gezien dat, uh, dat, dat die mensen dan die zitten in de planmedicijnen en in één keer is het allemaal duivels. Ja. Zitten ze, de, uh, of, of ze zitten in human design. Het is in één keer allemaal duivels. Dus wat doen ze? Ze negeren iets, ze stoppen het weg. Is dat liefde? Nee. Wat ben je hier om te doen? God, dus bron, creëert de condities om zichzelf onconditioneel lief te leren hebben. Dus als je dat niet kunt laten zijn, dan kun je dus niet in liefde zijn. Dus dan verlies je eigenlijk wat je bestrijdt. Ja. En dan ga je andere mensen overtuigen dat dat niet de weg is. Please take Jesus Christ as your Lord and Savior. Dan krijg je dat soort gedoe weer. Ja, ik denk ook dat met, met dit stuk is het. Weet je wel, er zoveel dingen hebben, hebben iets, iets fantastisch. En, andere hebben, en aan de andere kant heeft iets. Uh, weet je wel, wat kan, je, kan je slaaf worden daarvan? Of kan het, kan het je overnemen? Weet je wel. En ik denk ook, kies, kies voor wat werkt voor jou. En, um, en dat is denk ik met alles. En. Met dit ook, weet je wel, um, En sommige dingen, zijn, weet je wel, bestaan al zo lang. Um, ja, en dat er dan een grondlegger is of iets. Of ja, weet je wel, maar het dient ook uh, enorm. Ja, ja dient ook. Zeker en, en bij al die componenten is er een plus en een min zijn. Ja. In, in, in de religies, als we kijken naar de kerk. En dat is waarom ik, waarom ik ook denk dat zoveel mensen nu weer helemaal God is helemaal weer hip, ja. maar met name Jezus Christus is hip. Geef je over aan Jezus, Jezus komt je redden. Stop met human design, stop met dit, stop met zus, stop met planmedicijn, dat is allemaal van de duivel. Geef je over aan Jezus. Dus weer de autoriteit buiten jezelf leggen. In plaats van dat je neemt wat daar goed voor jou is. Zeg, geef niet aan dat, dat wanneer jij voor christendom gaat, of voor islam, of voor uh, welke wijze dan ook, uh, als jij daar de componenten van liefde uithaalt, en dat belichaamt en uit met de wereld, lekker bezig pik, dat is de weg volgens mij. Ja. Maar als we kijken naar de kerk. En wat de kerk heeft aangericht op deze fucking aardkloot, dan mag je jezelf wel even een paar keer goed achter je oren krabben als jij nu met die shit aan komt, uh, komt vliegen. Er is zoveel opgebouwde collectieve trauma op de kerk. En de kerk, de, de christelijke kerk, de Rooms-katholieke kerk, die ook nog eens onze kalenders onze verziekt hebben. Die, die gebruiken wij. Uh, die, die een enorme genocide in Amerika hebben gepleegd. Er zijn 90 tot 100 miljoen native Americans gesneuveld in Amerika. En, en daar, daar kunnen de naties niet aan tippen. Dat soort shit zit allemaal in die energie... waar zij zich dan, en dan... nee, maar niet die god. Maar welke god dan? Al die christenen, al die katholieken... Die, vormen, die hebben dus een monotheïstische religie... maar ze kunnen het niet eens worden welke god het nou is. Dat is toch al humor op zich... Daar, daar kan ik echt, oh jongens, maar goed, wat zou, wat, zou jou, uh, wat, dus, wat, wat zou jouw boodschap zijn in dit soort dingen? Want ik kan me voor, ook goed, heel goed voorstellen dat mensen echt denken: van, Wow, weet je wel, de ene zegt dit en de ander zegt dat. En wat zou, jou, wat zou jouw boodschap hierin zijn in dit wat je, net, wat je net noemt? Nou ja, in die zin dus wat jij aangeeft: er is een plus en een minzijde aan alles. En kijk, het is wel fijn als je een, een practice kiest en dat echt gaat ervaren. Dus het is ook goed als je bijvoorbeeld jezelf onderdompelt in het christendom of het onderdompelt in de islam. Om te ervaren hoe dat is. En dat doe je niet in één jaartje. Nee. Dat is een dedication, dat is een practice waar je wellicht wel vijf, zes, zeven, tien jaar en wat langer voor mag nemen. Er zit heel veel wijsheid en heel veel uh, liefde ook verstopt in, in, die, in die visies op het leven. Ja. Alleen... Uh, je mag niet ontkennen dat er ook heel veel uh, er is ook heel veel schaduw aan die, aan die componenten. Dus wat is belangrijk om ook daar weer. Wat wil ik? Voelt dit adequaat voor mij? Voelt dit goed? En daar is dit natuurlijk altijd wel de, de nuance in. Bijvoorbeeld als je rondloopt met parasieten en schimmels in je systeem. Dan denk je, ja, ik wilde het eten, ik wilde het suikers, ik wilde dit. Dus dan heb je een vertekend beeld van dat wat is. Maar dan is de vraag. Waarom heb je dat gecreëerd? Waarom heb je dat aangetrokken? Welke boodschap komt de ziekte of de, de, deze, sim, deze symptoom? Wat komen ze jou vertellen? En als je, die als je dat kan, kan lezen en kan, tot je kan nemen, dan kun je ah, de boodschap verstaan. En dan ga je zeggen: Oké, okay, nou dan is het tijd om dit en dit protocol te doen. Om een, om een vast te doen. Om een detoxificatieprotocol te ondergaan. En om dus de parasieten te doden in mezelf. Ja. En ik denk ook. Om jezelf de ruimte te geven om even keer helemaal naar de ene kant te gaan. Om dan erachter te komen van, oh, volgens mij moet ik weer een beetje in het midden uitkomen. Want ik denk altijd bij dat soort dingen dat je dan helemaal even doorslaat naar het ene. Om vervolgens weer erachter te komen van, oh ja, dit is ook, dit is het ook niet. Weet je wel, helemaal of dit voelt ook niet helemaal uh, voor mij als, als wat helemaal werkt. Um, mm. Ja, om dan weer, weet je wel, om dan weer ergens in het midden te bewegen. Of iets, weet je, het op een andere manier toe te passen. Of, ja, um, ja. Maar dat is dus de kunst. Je haalt, er, je haalt er bepaalde componenten uit. Maar het is dus wel belangrijk dat je jezelf onderdompelt. En jezelf de tijd geeft om ook echt te ervaren hoe het is. En dat doe je niet vaak. wat ik al zei, dat doe je vaak niet in één jaar nee. tijd. Nee. Dus als jij gelooft dat Christus. Dat dat helemaal het ding is nu. Nou prima, dan ga je voor het Christusbeurs zijn. En het Christusbeurs zijn is ook een fantastisch is. Want het is niet voor niets dat het kruis van Christus. Wat, is, wat zit er in het midden van het kruis? Een centrum. Ja. Een centrumpunt. Dus. Um, um, het Christusbewustzijn is in die zin het, het hartchakra, het universeel bewustzijn. Het, hè, we, zit, we leven op het aarde in de middenwereld. Als je Earth schrijft en je zit er een H voor, staat de hart. Het, het, het hartchakra is groen. Welke kleur, welke kleur zie je om je heen uh, van planten? Dominant, groen. Is dat toeval of zitten wij in de middenwereld van het hart? In de onderwereld heb je de eerste drie chakras... ...en in de bovenwereld die andere drie chakras. Dus de onderwereld, middenwereld, bovenwereld. En dat komt in alle religies komt dat op, komt dat naar voren. Het christusbewustzijn is in die zin... Uh, ...het hartsbewustzijn, het universeel bewustzijn... ...wat volgens mij heel veel van die religies nastreven. En als je de practices vindt om daar te komen... ...ja, top. Maar ga vervolgens niet pochen en, 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 en andere mensen uh, vertellen... Dat, ...dat wat zij doen duivelworship uh, is... Want jij had het zelf ook nodig om daar te komen. En dat ontkennen die mensen dan. Ja, ik deed dat vroeger ook. Maar het is nu allemaal, allemaal bullshit. Ja, ik deed vroeger ook allemaal fysiotherapie en dat shit. En ik kijk ik, ik daar nu ook nog met een andere bril naartoe. Maar ik heb wel compassie voor die mensen, want ze doen hun best. Ja. En wie weet, hebben ze wel gelijk? Wie weet, is uh, human design wel van de duivel. Nou ja, so be it. Dan gaan wij eerst nog eventjes door deze hel heen fietsen. En onze lessen pakken die we mogen leren. Om vervolgens dan daar te komen op dat, op dat bewustzijn. Ja. Ja, absoluut. Even, hey, we kwamen hier stap twee. Van jouw stap uh... twee, ja. Dus, dus, dus inderdaad, dankjewel. <laughs> dus wie ben ik? Wat is mijn energetische blauwdruk? Hè? Jij bent geboren op een bepaalde tijd en ruimte in deze kosmos. Dat heeft een bepaalde magnetische lading. Die lading heeft een vorm en die vorm heeft een expressie. En jij bent dat specifiek je schepping. Dus zoals de Maya bijvoorbeeld aangegeven, het zolkien, de, de, zonne, de zonnetelling. Uh, jij bent een stukje kien. Daarom zeggen we kin kinderen. What's your kind? Ah, dat is interessant. Ik, ik volg voor de trok in een, uh, ik weet niet of ik nu, uh, via kin heb. Dus daar komt het vandaan, kin. Ik heb me nooit afgevraagd waar, wat het nou is. Ik kijk daar dagelijks mijn, uh, ja, de dag energie in. Er zijn natuurlijk verschillende definities van woorden, maar ja. dit is er in ieder geval één van. Hè. Kinderen, koning, koningin ja. en kin. Kinderen, what's your kind? Ja. Um, dus dat is fase, fase twee, wat is je energetische blauwdruk. Dan fase drie. Um, dus daar ga je dus mee spelen, van hm, dit resoneert. Het heeft mij enorm geholpen om mijn, om mijn uh, bewustzijn te openen, hè, mijn talenten te wakkeren, mijn tijdsbewustzijn terug te krijgen. Dus mij heeft het in ieder geval tot op, tot op heden, is me aan het helpen. Je ja, tijdsbewustzijn, um, misschien moeten we dat na de vijf stappen doen, want dat vind ik ook nog wel een andere. Ja, dan gaan, gaan, gaan we. Dat hoort dat, dus dat, daar, daar, eigenlijk bij, bij fase 1 en 2. En dat geeft dus de, inderdaad de dreams van uh, en de, de Maya hebben mij dat teruggegeven. Maar daar komen we zo meteen bij. Uh, fase 3 is emoties, trauma en expressie. Dus alles wat je nog niet hebt ervaren, dat moet er op een gegeven moment uitkomen. Uh, en, en het is in ieder geval mijn ervaring. En ook veel wat, dat begint nu wat populairder te worden als mensen schaduwwerk doen als business coaches. Die weten ook. Ja, als jij op een diep niveau nog steeds... bijvoorbeeld in je familiesysteem loyaal bent... aan het schaarste. Aan het ervaren van schaarste. Omdat je een hongerwinter hebt meegemaakt. Of, of ander soort oorlogen. Um, uh, het, je bent opgegroeid in een, uh, in een arbeidersgezin. Of, in, of middenklasse. En als je je anders gedraagt dan de groep. Dan de tribe. Ja. Dan hoor je er niet meer bij. Dus op een fundamenteel niveau... zit dat in ons DNA gewired. Om ons te gedragen op de manier waar we vandaan komen. En... en dat heb je dus ook los te maken. Wil jij bijvoorbeeld meer rijkdom ja. uh, ervaren in je leven? En rijkdom komt natuurlijk op verschillende in vormen en maten. Maar ik wil nog graag wel een BMW M6 Coupe onder mijn hebben. Ja. voordat ik straks uh, word gedwongen met een elektrische klotenauto uh, ja. met uh, lithiumbatterijen, die gemaakt zijn door kinderen in Afrika te rijden. Um, maar dat soort, dat soort stukken kom je ook tegen in fase 3, en trauma en expressie. Hè? Opstellingen, systemisch werk. Uh, alle opgekropte traumas die het lichaam nog steeds vast uit dit leven of voorgaande levens. Uh, dus dat is fase 3, uh, dat is in een nutshell. En dat kun je dus ook zien, daar zijn ook allerlei verschillende modaliteiten voor. Fase 4 is de geest en gedachten goed. Dus niet gedachte kut, gedachten kut, matig, maar gedachte goed ja, dus onze gedachte, onze perceptie van dat wat is, heeft een enorme vinger in de pap van hoe wij, de le hoe wij het leven zien, hoe wij, hoe wij daarop reageren en wat we creëren. In principe zie ik, heb ik het gevoel, of in mijn, in mijn wetenschap zijn we hier om te leren. We zijn in het evenbeeld van bron geschapen. Wat betekent dat wij ook co-creators zijn van het leven? En daar hebben wij hier op aarde leren wij om daar op een verantwoordelijke wijze mee om te gaan. We kunnen kiezen tussen de, tussen de service to other of service to self... Uh, volgens de law of one. En um, uh, in dat pad leren wij dus eigenlijk het creatorschap. And, and, wat, wat zeg je en daar net? Het blijft bleef even hangen hoor. Dus je kiest van je, je service to... voor jezelf of... Service to self en service to other. Oh, dus and to de positieve pol en yeah. de minpol En als je dit boeiend vindt... dan kun je het boek uh, The Law of One bestuderen... Er waren, was een Ufo-onderzoeker. Twee Ufo-onderzoekers, en die waren benieuwd hoe. En net zoals wij bijvoorbeeld documentaires van apen bekijken. Of, of andere dieren, zijn er ook rassen in het universum die, die ont... kijken naar aarde. Die denken van zo interessant, joh, die, 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 die figuren daar al. Joh. Die maken de hele aarde. Helpen ze om zeep. En uh, ze bedonderen elkaar. En uh, Goed. Nou, dat is een interessante reality soap, zeg maar, daar op aarde. Even kijken wat, hoe ze dat allemaal doen, joh. Um, en, en zij, dacht, zij, waren, zij waren benieuwd hoe kijken wezens van andere densiteiten en realiteiten naar de mens. En wat kunnen zij ons vertellen over het leven en over de wereld? Dus zij, zijn, zij hebben een vriendin van hem die had een talent voor, uh, voor channeling. En die, die bracht ze dan, volgens mij een, een, paar, een paar jaar lang, uh, drie, ruim 300 keer, pinnen me er niet op vast, zoiets in diepe trance. En in die trance maakte zij contact en kwam er dus een entiteit door en die noemde zichzelf Ra. He, en in Egypte, in Egypte is ra ook een populaire uh, populair figuur. Human design. Wie werd er gechanneld? Ra. Dus er is iets, er is een bewustzijn wat graag wil helpen in de evolutie van de mens. En uh, in het verleden waren de, die wezen, die goden, die waren hier op aarde. Alleen er was, was veel gezeik en gedoe. Uh, dus hebben ze op een gegeven moment besloten: van, nou, we, laten, we, laten, we, we blijven wat meer van de buitenkant. Informatie met ze delen en dan kunnen ze zelf uh, op hun moment in tijd en ruimte die implementatieslag maken. Maar goed, wij leren hier dus als het ware polariseren. Dus service to other is leren dat wanneer ik jou vervul, vervul ik mezelf. En, en service to self is dus mezelf alleen maar vervullen. En service to self, uh, ik heb begrepen van Raad dat wij minimaal 51% moeten polariseren naar plus als wij service to other willen leren. En bewustzijn evolueert in de densiteiten van. van uh, net zoals we de chakras hebben, we hebben zeven dagen in de week, zeven chakras, zeven edelmetalen. <coughs> um, dus 1D bewustzijn zijn mineralen, 2D bewustzijn zijn planten en dieren, 3D bewustzijn is uh, menselijk bewustzijn, dus wat gebeurt er? Het eerste chakra gaat overleven, uh, eten, community, dat soort dingen. Tweede chakra, uh, bij je kruis zit je creatie, je scheppende energie. Dan het derde chakra... Zit, zit uh, bij je navel, dan stelt, de, stelt het bewustzijn zichzelf de vraag: wie ben ik? En op een gegeven moment komt dat bewustzijn erachter dat alles ik is. Dat er geen onderscheid is. Dus wanneer, om er even een, even een, even een grap te maken, dus wanneer zo'n figuur zegt: van ja, dat is de duivel. Ja, dat ben jij ook. Ja. Ook jij bent de duivel. Je hebt die polariteit nodig om jezelf te ervaren. Maar goed. Dus dat is uh, het derde chakra. Dan, uh, en dan 4D bewustzijn komen we bij het hart. De vier. Hè? Jij viert je verjaardag. Want je gaat langs de vier windrichtingen. We zeggen in formatie. Je hart heeft vier kamers. Uh, de vier, met vier is het hier. Zoals Remco van der Staaij zegt. Uh, ik zit nu in vier muren. Uh, er zijn vier windrichtingen. Hè? Het is nogal een, 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 een belangrijk getal. De vier. En... In het vierde chakra, in 4D bewustzijn, leren wij dus: oh ja, ik ben alles. Dus wanneer ik jou kwaad doe, of wanneer ik jou pijnig, pijnig ik mezelf. Waarom zou ik dat überhaupt nog doen? Ja. En zo groeit het bewustzijn als het ware door van 4D naar 5D, 6D, 7D. En uh, ik heb begrepen van ra dat de zielen die geïncarneerd zijn in deze realiteit, uh, in deze tijdlijn dat wij dus leren dat aarde een school is de, you, de universe dus enerzijds is de universe van university. en anderzijds de u inverse dus de u inverse In. het is een spiegelbeeld een spiegelbeeld van mezelf en wij leren dus uh, energie manipuleren en wij mogen dus kiezen gaan wij het pad van surface to other kiezen die polariteit of surface to self en want bijvoorbeeld, als jij een 4, 5D of 6D wezen bent, zoals Ra, is een, is een collectief van, uh, van, van uh, verschillende entiteiten. Die, die identificeren zichzelf al niet meer als een individu, zoals jij en ik doen. maar die identificeren zich als collectief. Um, en daarin heb je bepaalde lessen nodig. van hoe ga ik om met die, met die dualiteit. zodat ik niet iedere keer mijn geneukt word. En, of en, dat een parasiet mij kan, kan aandokken. en dat ik, uh, omdat ik geen wijsheid heb. Dus ik, ik waaide de heet met alle winden mee. Ja, dat is ook weer niet de bedoeling. Want dan kun je dus niet in je centrum staan en dienen. Want dan word je de heet voor de gek gehouden. Sorry voor mijn taalgebruik. Nee hoor, ga vooral door. Uh, dus, dus dat is... En, 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 uh, wij zijn dus sinds 2012... Hebben wij de switch gemaakt. Aarde is ook een organisme. En die, he, die is doorgeëvolueerd naar 4D. Dus wat er nu gebeurt op aarde... Is dat er heel veel mensen... In complete chaos zijn van... Jezus, wat voel ik ineens veel? Jezus, wat moet ik in één keer veel dingen van mezelf aankijken? Jeetje, wat is er een hoop gezeik op de wereld, man? Jezus, Mina. Hier komt Jezus alweer een paar keer voorbij <laughs> gevlogen, het Christenbewustzijn. Bij ons, ja. <laughs> <laughs> uh, uh, en, en zo, zo uh, in het 4D-bewustzijn, haal je dus constant de lessen naar jezelf toe. En, en wanneer jij in totale liefde, en harmonie en compassie kan leven met het leven, dan kan energie stromen. En dan kan het het er zijn. En als het er mag zijn, wordt het niet ontkend... en kan het dus doorbewegen. Terwijl wij nu in een transitiefase zitten... waarin mensen nog steeds enorm veel energie, emoties, traumas... dat soort shit aan het ontkennen zijn, onderdrukken. En omdat de aarde nu haar vibratie heeft veranderd... worden die nu losgetrild. En kunnen mensen bijna niet meer om zichzelf heen. Hey. Nou ja, dat is dus service to other. Dat pad dus waarin we leren om te geven... en onszelf te vervullen in het geven... Dan hebben we ook nog Service to Self. Dus een mooi voorbeeld van iemand die ge, verlicht is geraakt... via Service to Self is Genghis Khan. Genghis Khan, de Mongoolse uh, strijdheer... Die, uh, die heeft uh, ook enorm veel uh, mensen uitgeroeid. Die, uh, die, uh, die, 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 die deed niet aan onthouding, want hij heeft superveel mensen bezwangerd. Die hebben allemaal zo'n plek op hun onderrug of zo. Een soort van moedervlek. Dat is de Mongoolse uh, moedervlek, heb ik begrepen. Um, en, maar je kan dus verlicht raken op, op iedere wijze. Het, er is geen goed of fout. Dat is menselijk. Dat is een concept van de mens. Bron is in voor all of it. Het gaat bron om ervaren en leren. Dus uh, een mooi voorbeeld wat mijn wat de mentor Paul Check van mij uh, deelt bij een van zijn lezingen. Toen hij dit concept dus deelde over groei van bewustzijn en bron is in die zin dus uh, oordeelloos. houdt houd evenveel van alles in iedereen. En toen stond er een man op en die zei: Ja, maar waarom gaan er dan mensen dood in Afrika? En waarom, worden er, waarom zijn er al die oorlogen? En waarom zijn er mensen en, en kinderen die verhongeren? En toen zei die man: uh, Paul gaf toen het voorbeeld volgens mij van een of andere yogi. En die zei tegen die man in het publiek: van, Meneer, kijkt u wel eens naar een film. En toen zei die man: Ja, ik kijk wel eens naar een film. Kijkt u wel eens naar een thriller? Ja, ik kijk wel eens naar een thriller. En, uh, en, en vindt u het dan leuk om wel eens een leuke plot twist te zien of zo? Ja, 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 vind ik leuk. En, en vindt u het dan ook leuk als er bijvoorbeeld dat af en toe een, een hete sexcene of zo voorbij komt? Huh. Ja, 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 vind ik ook wel leuk. En, uh, en, 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 en mooie auto's, of eventueel het geweld. Ja ja ja, 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 waar wil je nou naartoe? Hij zegt van: God ook. Bron vindt het ook allemaal fantastisch. En jij zit in de film, jij bent de acteur in de film. En omdat bron geen oordeel heeft over dat wat is en dat puur gaat over ervaren mag alles worden maakt bron ervaren. Niks uit. ja en mag alles worden ervaren ja precies dus het service to self pad is dus verlicht raken door 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 in die zin dus te nemen door 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 uh, schade aan te richten en dat soort componenten en ik heb begrepen van raad dat in de zesde uh, dimensie dan op een gegeven moment komt dat bewustzijn, als hij op die manier wilt verlichten, dus gaat hij van 3D, 4D, 5D, 6D, dat daar het bewustzijn zichzelf realiseert: oh fuck, ik ben dit allemaal. Ik kan niet meer doorgroeien. Hm. Ik heb mezelf op alle mogelijke manieren conflict aangedaan. Er is heel veel strijd in die, in die werelden, want uh, het gaat alleen maar om macht. Dus het, is, het zijn eigenlijk gewoon zwarte gaten. Dus dat is ook de reden waarom heel veel mensen die de rol van het kwaad uh, tot zich hebben genomen hier in deze wereld. Die zijn machtgel. Die kunnen niet zonder macht. Die moeten altijd maar meer en meer en meer en meer en meer. Het is een oneindig gat, wat maar. Het, het, het moet blijven nemen. En. Uh, Zou dat ook kunnen transformeren dat, naar iets? Ja, dat is dus wat Ra aangeeft. Dat wanneer iemand op een gegeven moment in 6D bewustzijn zit. en al die uh, verschillende mogelijkheden heeft uitgespeeld. dat het bewustzijn dan alsnog naar de, naar de, de positieve kant moet hmm. bewegen. Dus komt alsnog op service to alle terecht. En als we kijken naar bijvoorbeeld het werk van Joseph Campbell, de Hero's Journey. Ja. Die heeft die gozer die woonde naast een boekenwinkel en die, die mocht daar boeken lezen op een gegeven moment. en allemaal lenen van die boeken eigen, van die eigenaar. En die zag de patronen in alle verhalen. De Hero's Journey komt overal ja. constant voorbij. En die kennen ze maar al te goed in Hollywood. Hollywood, he, heilig hout, komt uit, uh, uit uh, Ierland, van de druïden. Betoveren ze jou mee? Even tussen neus en lippen ja, ja, ja. door. Maar de. De, 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 wij, wij leven ook allemaal in dat verhaal van de, de Hero's Journey. Goed, dus dat is even in een nutshell de Love One. Als je het leven, bewustzijn, dat soort componenten heel boeiend vindt, dan is het een enorme aanrader. Um, wat nog nooit bij vier want we, bij, bij, wat... want we waren bij fase vier, ja. de geest en gedachten. Goed. Dus we leren dat we met onze gedachten de, de realiteit kunnen beïnvloeden, en op een andere manier kunnen percepiëren, en daarmee weer beïnvloeden. En dan de laatste fase, fase vijf. Is het causale, dus karmis. Wat heb je uitgesproken in vorige levens, in parallele levens, die nu gaande zijn? En wat voor een ripple effect heeft dat nu in dit leven voor jou? He, want jouw ziel, wij, ons lichaam zit in de ziel. Onze ziel is veel te groot voor het lichaam. Dus alle mensen die bijvoorbeeld een near-death experience hebben ervaren, die willen niet meer terug. En als ze dan weer het lichaam in worden geduwd, is het veel te klein, veel, veel, te, veel te krap. Um, uh, maar de ziel kan dus simultaan verschillende levens leiden. Dus uh, uh, dat soort componenten die worden meegenomen in fase 5 voor mij. Doe je dan met parallele ja, werelden? Kom. Heb je het dan daarover? Of, ja, of verschillende dimensies? Ook. Je ziet dus ook kan. Allebei. Hm. Um, dus dat zijn in principe de vijf grote fases van mijn, hoe ik gezondheid onderverdeel. En als mensen dus bij mij langskomen, nou, dan gaan we eerst. Doe ik een intake consult met ze. Dan gaan kijken kijken hoe scoren zij op basis fysiologische componenten. Fase 1. Um, uh, hoe wat voor score hebben ze bij schimmelse parasieten, uh, dieet, slaap, uh, stress, dat soort dingen. Hebben ze een droom? Hebben ze een punt op de horizon wat ze willen ervaren? Of hebben ze een nachtmerrie? Hè, ja. Dus als iemand een nachtmerrie heeft, dan schaduw, dan probeert hij vaak dat niet te ervaren. En het kost heel veel energie om dat maar niet te moeten ervaren. Dus als je die energie vrij maakt, kan die persoon dat gebruiken voor zijn droom. En kan hij iets anders gaan doen. Ja. Maar daarvoor heeft hij wel in overgave te gaan naar het deel wat zichzelf in angst ervaart, naar de nachtmerrie toe. En die kun je gebruiken in schaduwwerk om te transformeren. Dus ik wil altijd weten: heeft iemand helder wat hij wilt voor zichzelf in zijn leven? Uh, 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 volgens mij in, in shamanisme heb je vier vragen die de shamaan stelt. Of, of de volgende uitspraak is. The day, the day you stop dancing, the day you stop singing, the day you stop enjoying stories, and the day you stop feeling ah oh, mm. for life, is the day you start experiencing this ease. En in principe met die vier, vier vragen kom je er ook wel. Weer vier vragen. Ja, mm, yeah, mooi. <laughs> Vandaar ook klavertje vier, uh, waarschijnlijk. Huh? Mm -hmm. Klavertje vier, ja. Dus uh, uh, nou, dan, dan daar komt inzicht op. En verder wil ik weten, hebben ze ooit wat gebroken, gescheurd? Hebben ze implantaat in hun tanden, in hun borst, in hun bil? Weet ik veel wat. Het is wel interessant, uh, is wel interessant hoor, dat je deze volgorde ook gebruikt. Hè? En vooral ook bij nummer één, moest je ook denken aan een persoonlijke uh, situatie. Uh, ik heb natuurlijk heel lang op de intensive care gewerkt. En ik weet dat ik op een gegeven moment, uh, ik zat heel lang aan de pil. Ik stopte met de pil en... Um, ik werd niet ongesteld en ik dacht ik was toch altijd gewoon regelmatig voordat ik op mijn 16 al aan de pil ging. Um, dus ik natuurlijk helemaal in die molen, tralilalilalila, maar ik deed natuurlijk heel veel nachtdiensten. Hè? Um, niks kunnen vinden en uh, nou alle, allerlei onderzoeken. Misschien moet, je nog maar, uh, misschien moet je gewoon nu toch maar zo snel mogelijk proberen zwanger te raken. Nou dat was nog allemaal met mijn ex, ik was er totaal niet meer bezig. Ik was zo'n 26 jaar en ik dacht echt wow, weet je wel, wil ik dat überhaupt? En ik weet, op een gegeven moment wilde ik meer vrijheid, natuurlijk. Ik wilde niet meer dat iemand mijn rooster bepaalde. Ik wilde weg uit de zorg. Uh, ik was er helemaal, helemaal, helemaal klaar mee. Ik wilde gewoon mijn eigen, eigen tijden bepalen. Ik wilde gaan ondernemen. En op het moment dat ik dus. Um, ik had eerst nog een tussenfase. Dus ik ging eerst zeg maar, in de zorg uh, als ZZP'er aan de slag. En dan alleen op de recovery. Dus ik werkte geen nachtdiensten meer. En na. Twee of drie maanden dat ik niet meer nachtdiensten draaide. Dus ook hè, wat jij vertelde met het, met het, met het licht, met het, gewoon het, uh, het, het ritme, het, het eigenlijk gewoon heel volgens de natuur leven of slapen. Uh, kwam heel mijn menstruatiecyclus terug. Echt nooit wat aan de hand geweest. En vandaar is het begonnen. Dus ik zie daar wel echt zo ontzettend het belang in om bij de basis te beginnen. Voordat je ergens, weet ik wel, uh, hey, bij stap 2, 3 of weet ik het wat, maar uh, ga onderzoeken wat er aan de hand is en hoe um, van belang dat is ook, en we, daar, hebben we, nou ja, daar kunnen we ook nog even over hebben over, over het natuurlijke ritme maar hoe tegenstrijdig dat is als je tegen de natuur ingaat en wat voor effect dat heeft op, uh, dit is natuurlijk een heel um, duidelijk voorbeeld denk ik, maar ik denk dat heel veel vrouwen daar natuurlijk al mee kampen um, mm. maar ja, Mooi. interessant hoe lang, heb je, je, hoe, hoe lang heb jij in het ziekenhuis gewerkt? Um, elf jaar ja. Wow. ja, een jaar, een jaar na, mijn, na, de, na de opleiding op de traumatologie en toen gelijk op de IC. Ja. Maar wat voor effect dat heeft. Uh, en wat, wat deed je bij de eerste afdeling, met traumatologie? Um, ja, dan ben je eigenlijk verpleegkundige, dus dan zorg je voor de, zorg je voor de mensen die tra een trauma hadden. Dus het waren heel veel uh, gebroken been, motorongelukken, um, oude mensen die hun heup braken maar dan minder levensbedreigend. Dus dan is het echt de fase. Hè? Op de IC is natuurlijk alles uh, levensbedreigend. Ik werkte in het AMC, Academisch Medisch Centrum. Dus daar zag je gewoon alles. Hè? De openhartschirurgie, neurochirurgie, trauma's. Dat vond ik zelf het leukst, het spannendst, het, uh, het meest interessant. Het sleutelen aan mm. uh, alle, <laughs> alle dingen, alle pompen en machines... om maar het lichaam uh, te laten functioneren. Ja. Uh, yeah dus jij hebt gewoon tien jaar lang gewoon in die omgeving ja. gewerkt, ja, Wauw. ja, ja, van een beest, Bijzal, hè? <laughs> oh, oh, oh. ja, Ja, grappig, ja, ik zie het nu heel vaak een beetje te vergelijken met ondernemen, hè? met ondernemen ben je ook heel veel aan, aan het sleutelen hè? of aan, weet je wel, als je ik zie bloed zie ik heel vaak als een beetje cashflow, het geld wat moet stromen en ja, het bloed moet stromen ja, het bloed is en, 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 ook, ja. Dus ja, je moet, het Currency, ja en je moet het overzicht houden tussen de patiënten, familie en de artsen. En dan heb je fysiotherapie. Weet je wel. Als je aan het ondernemen hebt, heb je ook leveranciers. En je hebt klanten. En je hebt uh, nou ja, van alles. Dat is zeg maar de business model canvas. Weet je, ja, alleen was dat de patiënt. Ja. En hoe zieker, okay. <laughs> hoe zieker, hoe leuker ik het vond. Ja. Ja. Wow. En wat, wat, is jouw, uh, wat zijn je grootste lessen daaruit? Poeh, mijn grootste lessen... Want dit is dus één. Hè, dus als, uh, Misschien dat je, dat je ze kan combineren met de vijf fases die je net hebt gehoord. Om, om het dan nog uh, bij elkaar te houden. Ja. Dat je. <clears throat> ja, dus één. Je, je, fase één werd wakker nadat je stopte. En dat je eigenlijk stopte met de nachtdienst. Dus je, je, na drie maanden zag je al direct het effect van: wow. Ja. Het lichaam herpakt zichzelf. Ja. Klopt. Ja. Um, en wat bedoel je? Wat ik dan in fase twee. Nou ja, bijvoorbeeld, en als, 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 als je, heb je nog meer lessen ervaren vanuit fase 1, gedurende dat werk? Um, nou, ik denk dat mijn, mijn, ja, ik weet niet, ik kan het niet goed koppelen misschien aan, aan de fases, maar mijn hele, mijn hele les was wel ook, ik weet bijvoorbeeld ook, hè, ben ik dan later pas gaan inzien, maar we kregen ook heel vaak um, uh, donoren. Weet je wel? Dus mensen met uh, die hersendood waren en die vervolgens uh, <laughs> de organen eruit waren. En, en naarmate ik zeg maar, uit de IC was, kon ik wel veel meer zien van hé, hey, wat doen we daar? En dat je veel meer het, het holistische gaat zien. En nogmaals, ik vind het acute zonder acute geneeskunde. Uh, ik denk dat we dat, weet je wel, we, we, we kunnen daar niet zonder. Um, ik denk ook dat we daar dingen doen wat absoluut niet. Weet je wel, uh, ik stel behoorlijk mijn vraag tegen bij. Uh, uh, Donortransplantatie wat we dat doen, ja. Dus oké, okay, het holistische en en uh... Ja, wat zou je daarna, daarnaast als een van je grote lessen geven? Dus nu in ieder geval, dus bioritme, dat werd duidelijk. Het ondernemerschap, omdat je het bloed als het ware als, als de flow van current zag, de currency. Ja, die en je moest blijven managen. Ja, en wat voor mij persoonlijk wel echt de reden was om ook van de IC of te gaan, um, was echt leef je leven nu. zeg maar. Dus als je het hebt over zingeving en dat hele stuk, mijn hemel hoe vaak ik daar niet het horen kreeg van... oh, maar hij was net bij pensioen. Hè? En je kan je afvragen... waarom mensen ziek worden... als ze met pensioen gaan. Hè? Want het hele systeem... dat komt tot rust... wat gewoon altijd maar... Oef, oef, tot aan die pensioenleeftijd... Um, heeft gewerkt. Hè? Waar, weet je wel... je ziet heel veel mensen dan... ziek worden. Mm. En op die zee komen. Um, maar dat was, is voor mij... wel echt de trigger geweest van... en nu is het klaar... om de maar... in die ziekte te zitten. En mensen te helpen... als ze ziek zijn. En nu... Gaan we het doen in het leven? En daar komt voor mij, denk ik, ook mm. wel een hele stuk vrijheid uit. En uh, mijn, een van mijn laatste patiënten was iemand, misschien wij er nu een beetje te veel uit met dit stuk, maar die was, uh, ik zat in de metro richting het AMC en mijn metro had vertraging. En, uh, ik, nou, op balen natuurlijk, en ik had een late dienst, dus dan begin je rond, ik begon rond half drie, drie uur. Um, dus ik kwam daar kwam aan en ik kreeg een patiënt toegewezen samen met een student. Uh, iemand die voor de metro was gesprongen. Nou, dat, dat was dus mijn patiënt. Uh, dat werd mijn patiënt. Maar dat was dus voor mijn metro. Uh, nou, dat was echt een verschrikkelijke dienst. Dus we kregen een begin, begin van mijn dienst. kwam niet van de OK. Zijn hele buik lag open. het allemaal tampons in zijn lijf. Omdat het bloed gewoon niet naar zijn benen mocht, mocht zakken. om hem genoeg zeg maar, bloed circulerend te houden. Dus het was gewoon continu um, bloed toedienen. Uh, dus we gingen van de ene interventie naar de andere interventie. En ik weet aan het einde van mijn dienst, ik word helemaal. Oh, <laughs> het doet veel met me, um, mm. weet ik nog dat we bij de overdracht zaten van de later dienst naar de nachtdienst. En dat is, dus dan ben je echt met het OK-team OK en het IC-team. En uh, met de nachtdienst had eigenlijk de overdracht werd gedaan over die patiënt, die, waar we continu dus nog aan bloed transfereren waren, weet je wel, allerlei medicatie om maar te knijpen. Dus om maar <laughs> iets van eigenlijk gewoon op de monitor een Hard dit met te zien, maar je kan natuurlijk je ja. voorstellen wat er überhaupt nog voor leven in dat lichaam was. Ik bedoel, heel zijn benen waren al helemaal verkleurd en uh, weet je wat? Dus dan heb je het echt gewoon over de vitale organen. Het um, werd gezegd van ja, nee, dit, uh, dit gaan we niet zo lang volhouden, we gaan stoppen. Dus toen mochten we de pompen, mocht ik de pompen uitzetten en uh, de hele pups met de artsen. Ik denk dat het wel iets van 30, 30 man. Ik wel, dan onder bed staan sommige die staan echt verder. De, je hebt natuurlijk ook nog de de assistenten die er allemaal bij staan. En hop, liep zo naar de volgende patiënt. En ik weet dat ik daar echt in mijn eentje naar zo'n dienst erbij stond en zijn muts, als er elkaar OK muts nog op, van, van hem afdeed. En ik dacht, wie ben jij eigenlijk? Weet je wel, wat voor patiënt ligt hier? En nou, dat, dat raakte zo enorm hoe we zo bezig zijn in die medische wereld met cijfertjes, met monitoren, met piepjes, met geluidjes, met alles maar meten. Um, en ik deed zijn muts af en toen kwam zo'n volle bos met krullen. En hij was 18 jaar. En toen dacht ik echt, hoe heeft hij zich moeten voelen dat hij dit heeft gedaan? Weet je wel, dat hij daar op het metrostation stond en dacht: ik ga voor die metro staan of nou, waar hij ook stond. Hoe eenzaam um, moet, hij heeft, ja, moet hij zich. Moet hij zich gevoeld hebben. Toen dacht ik echt: dit, dit is klaar en nu gaan we. Was voor mij wel echt. Uh, ja, het viel een beetje tegelijk. Maar nu is het klaar om. Uh, ja, meer richting de zingeving en net. En het, het, dat stuk te gaan in plaats van. Uh, maar dan zie je al hè, hoe, hoe alles zo gebaseerd is op cijfertjes. in plaats van het. Het hele menselijke stuk. Dat is er gewoon niet. En daar is ook geen tijd voor natuurlijk. Hè, want op dat moment moet je gewoon handelen en, en gaan. Er zijn ook situaties dat het wel lukt, maar. Uh, ja. Dat... En wat, wat raakt het dan nu in je? Wat gebeurt er dan? Um. <laughs> ja. Wat raakt het als ik erover praat? Wat voel je nu? Wat kun je waarnemen? Ja, ik denk ik dat denk het verdriet die eenzaamheid. Die... die uh... Ja, van zo'n jongen, als ik me daarin verplaats. Van, van dat dit kan en, en hoe, dat, hoe, 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 hoe er gewerkt wordt, weet je wel. En, en natuurlijk vanuit liefde hoe we die patiënt willen helpen. Hmm. Maar ik denk wel een stuk, ja, een stuk eenzaamheid. Want daar, uh, ja. ja. Dus dat zegt ook waarschijnlijk waarvoor, iets. Uh, <laughs> ja, dat voel ik wel echt hier. Ja, hard. ja echt, in mijn hart. Ja. 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 Dus daar komt voor mij ook wel een ja. stukje, denk ik, het drijfveer vandaan. Dit zouden dus bijvoorbeeld, dit zou ik dus in de praktijk kunnen gebruiken als opening. Ja, ja. <laughs> dit is dus een, 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 een laagje waar heel even dat deurtje omhoog gaat. Hey, wat zit er allemaal nog meer onder? Zeg ja. maar? Wat maakt dat je dit hebt gemanifesteerd in je leven, dat je dit aangetrokken hebt om te gaan ervaren? Ja. Wat maakt dat er nog zo'n lading op zit? Maar... Ja. Dus, uh, ja. ja, lading, maar. Omdat, het, Klinkt... omdat het iets met mij doet. Bedoel je? Ja, nou, het, is niet, het is natuurlijk niet zo dat stel, uh, hè, laten we zeggen, je bent verlicht. Hè, je, je zit in 4D-bewustzijn als het ware. Uh, je hebt het 3D-bewustzijn getransformeerd dat je niks meer voelt. Dat dingen je niet meer raken. Want je weet ook van, ja, wat je dus net zegt, hoe heeft het zover kunnen komen? Wat maakt dat zo'n jonge gozer van 18 jaar. Het kiest om, om voor een metro te springen. Ja. Hoe kan de samenleving zoiets produceren? Ja, dat zijn ook vragen. Dat, dat, dat zijn ook dingen die, die, die mij ook wel aan het, aan het hart gaan. Um, maar ja, wel, wel bijzonder dat je dat uh, allemaal hebt mogen ervaren. Ik zag het al helemaal voor me. Dus, ja, ik zat, moest denken aan die film met Pearl Harbor. Dat jij een van die mm. zusters was, zeg maar. Dat Pearl Harbor werd, werd aangevallen. En jij, jij, jij snel in de jeep naar het vliegveld. En, mm. uh, yeah. en al die gasten, zeg maar, helpen. Yeah. Ja, mijn wens was ja. altijd op de trauma -helikopter. En toen dacht ik nee, dit is niet mijn pad. Dit is niet mijn pad. Ja. ja. Um, terug naar jou, ik wil toch nou, nog. We, wa we, waren, we waren klaar met de vijf fases ja. in ieder geval. Maar en, en, en wat me ook wel opviel trouwens bij het vertellen van dit verhaal, dat uh, Ra zegt ook in The Love One dat, dat zij kijken naar de mens en dat zij, zij zien die Red Racers waren die, en zij zien dat als slavernij. Hmm. Dus andere wezens die, 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 die ervaren dat als slavernij, hoe wij dat, hoe wij dat aanpakken op, op aarde. Um, maar wat ik, waar ik ook aan moest denken, was ook grappig, van ja, mensen die dan bijvoorbeeld ziek worden na hun pensioen, ja. van ja, dat is interessant, is dat een, is, zijn dat generators bijvoorbeeld, of manifesting generators, die niet meer kunnen werken, die kunnen het niet meer doen. Ja. Uh, en ze hebben geen bestaansrecht meer, omdat ze ook, hè, dat is ook een, een mankement van deze samenleving, dat is wij, wij zetten oudere mensen, uh, zetten wij een tehuis waar ze weg kunnen rotten achter de geraniums. Ze hebben geen plek meer, ze kunnen niet meer meedoen nee. in de community. Dus die community in, in die zin is verstoord. En een, een ander component waar ik, waar ik ook aan moest denken. Ik was toevallig net, uh, ik was vanochtend bezig gisteren met het uh, uitschrijven van, uh, van ja, mijn visie voor de zelfrekening. Eigenlijk de visie voor, voor wat ik tracht te willen veranderen in de samenleving. En, en een van de dingen daarvan is, waar wij onderhevig aan zijn, is, is een mindvirus. Dat heet Wetico. En de Gnosten noemden dat argonte. Daar komt het woordje arrogant ook wel verdacht dichtbij. En dat is dus die energie van surf zelf, die, die een zelfdestructieve wijze heeft van nemen. Waarmee hij zichzelf voorbij gaat, want hij neemt eigenlijk zichzelf de hele tijd. Dus waar bijvoorbeeld Native Americans vroeger altijd nadachten: van oké, okay, ik ga nu deze boom bijvoorbeeld omhakken. of ik ga dit dier, het leven ga ik nemen van dit dier, van deze kudde. Wat voor een effect heeft dat op de zeven generaties na mij? En, en die mindset. Uh, en daar überhaupt dat, dat de ouderen in die community, die, die waren vaak met de kinderen. Want die hadden het ego dermate getransformeerd dat ze niet meer in het constant in ik-bewustzijn zaten, maar heel erg in wijs. En die konden als het ware, in, die, omdat ze door verschillende archetypes hebben geleefd, kunnen ze dan van uh, de, de, de wijze, de elder, zeg maar, kunnen ze ook makkelijk naar het kind schakelen. Omdat, en ze hebben het geduld om het kind ook te kunnen helpen in hun transitie naar. Volwassen worden, waar misschien een volwassen zoals jij en ik iets minder geduld heeft dan een oudere. En ik zit ze denken en... wellicht ook wel iets minder programmering overgeven, omdat ze al ouder zijn en dus misschien al verder zijn ontwikkeld en gegroeid, dus minder Zeker. shit. Stel direct. je voor, Debbie, dat jij straks uh, een jaartje of zestig uh, bent, hoeveel programmering jij al wel niet losgelaten hebt. Dan? Ja. En als je dat kan doorgeven aan, aan je kleinkinderen. Ja. Ja, dat is fantastisch. En inclusief alle wij wijsheden van het leven. En, en de, de, de speel, spelende wijze die je waarschijnlijk kan gebruiken. En, en dus ook weer dat je van nut kan zijn. Ja. Dat je ertoe doet. Ja. En dat, dat zijn componenten die, die, we, die we wat mij betreft missen in deze samenleving. En dat, dat, dat bewustzijnsvirus, want dat is wat we dus nu ervaren hier op aarde, er is, er is, er is gewoon een spirituele oorlog gaande. Mm. Um, dat bewustzijnsvirus, dat, dat neigt dus naar zelfdestructie en een ongezonde vorm van ik-bewustzijn. Dus, uh, maar goed, tegelijkertijd helpt het ons ook weer in het spel van polariteit. Want we hebben contrast nodig om te groeien. Uh, maar ja, dat is wel wat ik om me heen zie. Dus, dus al die collectieve trauma's die nu uitgespeeld worden op het wereldtoneel, uh, de, de hebzucht naar materie en geld ten koste van andere mensenlevens. Ja, je ziet gewoon die krachten van plus en min met elkaar uh, ja, spelen, spelen en, en in ja. strijd zijn ook. Ja. En, um, ja, Daar moest ik ook nog even aan denken toen je net dat verhaal deelde. Want dat, is dus, dat zijn dus de dingen dat er... Er is zo'n grote spirituele onvolwassenheid hier in het Westen. Wij zijn ons zo onbewust van wat er allemaal nog meer is. En wij kunnen nog geen fucking 1% maar, van de realiteit waarnemen. Maar dat wordt natuurlijk ook zo bewust gedaan. Het wordt natuurlijk ook zo... Zo geprobeerd in stand te houden. Je had het net ook over de television. Dat is televisie in Hollywood. Dat is natuurlijk een al. Mind control. Dat is natuurlijk ook, ze willen natuurlijk ons ook zo ver mogelijk... Uh... Ja, en dat, dat was... Ik had het er volgens over met een vriend van mij. Tony, die helpt met de podcast. En, en hij komt uit de filmwereld. en Hij werkt als regisseur en cameraman. En hij zei, denk je nou echt dat Walt Disney zelf, dat Walt Disney dat wilde doen toen hij verhalen ging vertellen? Dat die kinderen wilde gaan hersenspoelen. Nee, natuurlijk niet. Die wil gewoon verhalen vertellen en zijn talent delen met de wereld. Maar ja, net zoals jouw lichaam en mijn lichaam. Er zijn allerlei energie en entiteiten die daar gebruik van willen maken. En omdat dat is dus wetico. Wetico kan dus zelf niet scheppen. Dus moet hij uh, gebruik maken van een levend organisme als leefheer. Ja. Om via. Dat organisme te scheppen en dat is een parasiet. Ja. Dus, um, dus op een gegeven moment, als, jij, als je licht genoeg wordt, ja, dan, dan komt er meer duisternis naar je toe. Ja. En dat is de kunst om die polariteit te kunnen behouden. Zonder dat je ze uh, zonder dat je met vernietigende haat en dat soort dingen, dat je eigenlijk wordt, zoals de parasiet. Mm. Dus als je met haat, woede en zo gaat identificeren, dan word je de Borsenet. parasiet zelf. Ja. Ja. En dus ook wat Disney en Disney en Netflix, en dat zijn ook, daar, zijn ook allerlei, daar zijn ook corruptie en dat soort modellen ingekomen. Van energieën die ons dus weer van het licht afhalen. En dat is dat spelletje wat we hier spelen. Ja. En dat is ook het archetype van uh, de joker, Jehoka. Die, 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 die speelt als het ware, die creëert illusies om te kijken of, jij nog, of je nog bij de les bent. Hè, dus bijvoorbeeld Isis is een moedergodin in Egypte, de moedergodin van vruchtbaarheid. En wat, wat, wat creëert de, de, de kabaal en de Illuminati hier? Om het even een naam te geven. Een terroristenorganisatie die nu ISIS heet. Of een virus. En hoe heet het virus? Corona. Wat is corona? Corona is je kruinschakra. En het, en het, en het etherische uh, voertuig van de zon. Dus als jij geen esoterische kennis hebt. Je hebt geen know-how van de spirituele wereld. En dan is het piepklein. Dan worden er dus illusies, mayas. Ge gecreëerd door de schepping. Die jou als het ware uh, een, op een, uh, hoe heet dat? parallel pad zetten, maar die dan, uh, hè, dus die, die, die energieën voedt. Dus dan ga je als het ware per ongeluk verkeerd om op het paard zitten. Maar je denkt dat dat de juiste manier is. Ja. En het is vaak veel moeilijker om te onleren dan aan te leren. En iemand die iets verkeerd of uh, uh, inadequaat aangeleerd heeft, dus. To teach, to teach somebody that he or she has been fooled is much harder to, than to fool somebody. En dat is dus, als je om je heen kijkt, het stikt van de Maya's. Yeah. En ook dat is dus ook weer het spelletje van dat leren doorzien. Yeah. En dat, daar heb je dus wel een bepaalde spirituele volwassenheid voor nodig. En om dan weer terug te komen naar het verhaal van jou net, is dat omdat mensen dus vastzitten in de rat race. en dus niet dream affirmative leven. dus ze zijn niet hun droom aan het scheppen, want we leven in één grote droom. Als we de kerk en de, de Native American Church mogen gebruiken, ja, de Heilige Geest en Great Spirit, uh, Wakatanka, hoe je het ook kon noemen, de, de, de Heilige Geest, de One Creator. Dat omdat wij in die red race zitten, hebben wij niet, kunnen wij niet de tijd vrijmaken om, om spiritueel bewustzijn te ontwikkelen. En ja, dan hebben we de Tel eh, vision, die onze visie in onze kop stopt. En omdat we met onze mind de realiteit creëren. Geven wij onze scheppende kracht aan deze energieën ja. en scheppen wij wat zij willen creëren. En daarom is die extreme vorm van zelfregie nodig en bewustzijnsgroei, zodat wij die energie weer naar ons toe halen en onszelf de vraag stellen: wat willen wij nou eigenlijk zelf creëren? Willen wij miljoenen pompen naar oorlogsgebieden? Naar oorlogsgebieden? Uh, hè, willen wij, willen wij uh, alleen maar van die troep in de supermarkt? Uh, willen we dat kinderen vermist raken en dat soort tafereelen? Uh, willen we dit soort politici die ons vertegenwoordigen? Of willen we iets anders? Zo so, ja. Yeah. is ook geld. Geld is eigenlijk je echte stem. Ja. Want we leven in een consumatiemaatschappij. Dus de kracht die je hebt is consumeren. Maar je, dus heb je bewust te gaan consumeren. En als je onbewust consumeert, geef je dus je, je currency, je flow, je money. Hè, money lijkt op mummy. En geld is li liquide van liquid is een water, een waterwoord. Dus geef je je water, je, je energie geef je aan die, aan die energieën. Daar komt law trouwens vandaan ook volgens mij. Land, air en water. Dat zijn de mm. jurisdicties waarin ons wij bij ons bevinden. Daarom als je geboren wordt, moet er ook een ge geboortecertificaat komen. Want je de vliezen van je moeder breken, weer een waterwoord. Ah, ja. uh, nou ja, zo zijn er allemaal van dit soort leuke dingen. Als je dit interessant vindt, dan kun je Jordan Maxwell bestuderen en zijn werk. Uh, en, en, en in de autonomie en de soevereiniteitsstukken is dit ook helemaal boeiend. Maar goed, om even terug te komen: wij, 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 het wordt ons in die zin ook moeilijk gemaakt uh, om ook spirituele volwassenheid te, te creëren en te ervaren. Omdat we vastzitten in dat systeem, wat maar. Dat, wilt maar, ja. dat wil alleen maar blijven. Worden, gaan, 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 ja. gaan. Ja. ja, er is geen moment waarbij we stilstaan en voelen: van... hé, hey, het kan ook anders. Of we kunnen dat we onszelf vragen stellen. Ja. Ik zit hem even te bekijken, want ik vind het eigenlijk ook wel een mooi, um, mooi moment om hem uh, langzaam te gaan afronden. Of dat we toch nog even indiepen op de tijdsbewustzijn, want het is ook wel interessant. Hè? En hoe je daar, um, ik weet dat jij daar um, veel over kan vertellen. En um, ik vind het ook wel interessant van hoe kun je dat nou ja, meenemen in je dagelijks leven in een wereld die zo in een kalender gegoten is. Um, ja. te, kort nog toelichten en dan uh, denk ik daar <laughs> als het kan Zeker. kunnen hem daarna uh, <laughs> ja toelichten wat de zoals Remco van der Staa, zegt, ik ik een paar interviews met hem gedaan is een vriend van mij die, die die is spiritueel archeoloog dus die is enorm bekwaam en 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 is heeft de wereld is de wereld overgaan om die oude culturen te bestuderen dus die, die kerel weet verdomd veel over de Azteken, de Maai, de Egyptenaren. Dus die kan heel makkelijk door die illusies heen prikken. Um, dat soort mensen zijn heel waardevol vandaag de dag. Um, In een wereld nou ja, waar hij, zoveel illusie is, bedoel je? Waar zoveel. Ja, ja. zeker. Waar, waar er zoveel strijd is om jouw aandacht. Ja. En, uh, want met aandacht schep je, met aandacht ja. creëer je. Dat wat je aandacht geeft, dat groeit. Um, nou ja. Kalender komt dus van het oud-Romeins, van het oud-Latijn, sorry, van kalendarium. En kalendarium, de etymologie van het woord, betekent dus boek of notes. Dus dat betekent uh, schuldregister. En de Romeinen gebruikten volgens mij de kalender de zoals we hem nu kennen. Dus dit, hij komt voort uit de Juliaanse kalender. Uh, volgens mij gebruikte de paus die. Um, en daar is bijvoorbeeld uh, nieuwjaar is volgens mij 1 april. Daar komt uh, April's, 1 april, kikker in bil, April's Fool's Day ook vandaan. Omdat toen de transitie was van uh, de Juliaanse kalender naar de Gregoriaanse kalender, die we nu gebruiken. Dat mensen die nog steeds oud en nieuw op 1 april vierden, die werden gezien als sukkels. Oh, ja. En daarom komt Fool's Day, April's Fool's Day, komt dus waarschijnlijk van het feit dat mensen uh, nog steeds... Oude en nieuw vieren op 1 april in de lente. Uw, wat een gek is dat ze dat doen wanneer het leven weer opnieuw omhoog uh, komt. Maar goed, kalender is dus in, in een nutshell schuldregister. En zoals Remco mooi zegt, is dat. Um, uh, dus lucht is de atmosfeer van het lichaam. En tijd, de vierde dimensie, is de atmosfeer van de geest. En alles wat in tijd leeft. Dus, dus iets wat. Uh, als je je, je je tijdsbewustzijn verandert, verander je alles wat daarin leeft. Alles wat daarin leeft. En wij gebruiken volgens mij de Gregoriaanse kalender, dus de Romeinen gebruiken ze hem ook volgens mij voor, voor oogsten en zaaien. Het was kwam wat makkelijker uit met, uh, met, met dat soort tafereelen. Maar het punt is wel dat wij vieren dan oud en nieuw in het midden van de winter. Dus het is niet coherent met de natuur. En wat, wat we ook kunnen zien met, uh, dat heeft José Arguelles laten zien met de Dreamspel. Dus die komt voort uit het Tolkien. Dus de Tolkien is de klassieke telling van de Maya, is een van de tellingen die ze hebben. En de Dreamspel is een aanpassing die, uh, die op de, de Gregoriaanse telling is gelegd. Omdat er ook in onze tijdshistorie zijn er ook veel boeken verloren gegaan. ...weten We misschien ook niet meer precies of het we nou, of we, of we nou zondag of maandag was. Um, José Arguelles heeft, heeft daar een groot deel van zijn leven aan gewijd en die heeft de dreams al geïntroduceerd wat geïnspireerd door de Maya en wat hij dus aangeeft is dat bijvoorbeeld als je telt vanaf 9-11 en je gaat 28 jaar terug had je toen de Koude Oorlog en de Vietnamoorlog een beetje die periode ga je 28 jaar terug had je de Tweede Wereldoorlog ga je 28 jaar terug had je de Eerste Wereldoorlog en als je iedere keer 28 jaar terug krijg je dit soort gezeik hoe lang duurt de Gregoriaanse kalender? 28 jaar hij heeft een cyclus van 28 jaar. Dus een kalender is het centrum van de maatschappij. Want jij en ik hebben nu vandaag in tijd en ruimte afgesproken op dit moment. En dankzij, dankzij de kalender en tijd um, uh, kunnen, wij hebben, kunnen wij dit doen. Ja. Dus als wij een andere kalender hadden aangehouden, die niet overeenkomt met elkaar, dan zouden we elkaar missen in tijd en ruimte. Dus een kalender is een heel magisch voorwerp. Het is, uh, en het staat dus centraal in de maatschappij. Want anders wordt het één groot ratje toe. En omdat dus die, die telling van de Romeinen in mijn optiek... niet meer harmonisch is... en niet harmonisch is met de wetten van de natuur... waardoor wij dus... Hè, we hebben allemaal schrikkeljaren, schrikkeldagen. Dus de ene, ene keer is het uh, een meter... dan is het 102 centimeter, dan weer 95. Dus het loopt de hele tijd door elkaar. De maandagen komen niet op de maandagen uit... en de zondagen komen niet op de zondagen uit... Um, het is één grote uh, moeilijk gedoe om het allemaal maar recht te houden. Terwijl de maan en de zon, die gaan in een ritme om en om en het blijft gaan. Het blijft gaan, het blijft gaan. En of het nou de ene keer wat langer is of korter, het blijft in harmonie. Ja. Dus als je je afstemt, dus daarom is het ook als je, als je uh, iedere keer als jij kijkt op je telefoon en hoe laat het is, uh, wat de datum is, dan stem jij je af op die, op die frequentie, op die. Op die Artificiële frequenties, zoals Remco dat noemt, omdat die dus incoherent is met de natuur en omdat wij die nu gebruiken, scheppen wij dus eigenlijk ook heel veel disharmonie. Want wij werken dus met een mechanisme die, niet, die de wetten van de natuur niet respecteert. En hij stelt dat de oude inheemse volkeren uh, een, be een beter tijdsbewustzijn hadden, waardoor zij bijvoorbeeld piramides en dat soort constructen konden maken, want zij hebben het bewustzijn gekoppeld aan de na natuurlijke orde waardoor zij in contact kwamen met een grotere mate van intelligentie en dus uit dat veld konden putten. Dus je zegt. Dat kunnen wij niet, omdat wij dus een andere tijdsbepaling gebruiken, die ons bewustzijn heeft vervuild. Ja, precies. Wat wil je vragen? Nee, ja, eigenlijk wat je nu al beantwoordt. Ja, dus ik wil zeggen, dus omdat wij een andere kalender gebruiken en niet meegaan eigenlijk met het, met een, met het natuurlijke, met de natuurlijke wet, met het natuurlijke ritme, um, krijgen wij dus inderdaad vervuiling op. Um, op dat stuk, op die intelligentie. Dus je kan het ook merken als jij bijvoorbeeld je telefoon een week lang, niet, week lang niet aanraakt en je kijkt niet hoe laat het is, dan voel je je vaak een stuk beter. Hoe kan het nou? Ja. Wij moeten tegenwoordig gaan we naar retretters doen om, 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 om iemand te betalen om ons telefoon in te ja. leveren. <laughs> ja, ja. En, Weet je, dat, dat, dat geeft aan hoe. Dat is dus dat transhumanisme. Ja. Waar, als je dat interessant vindt, dan kun je een podcast met Paul Check en. Uh, uh, hij heeft daar een, een, een vijf uur durige podcast over opgenomen: over de Christ-consciousness, Aruman en Lucifer. En hoe die energieën van Aroman en Lucifer aan ons trekken om ons uit dat Christusbewustzijn te trekken. En transhumanisme is, is een Aroman-component uh, van bewustzijn. Uh, dus heel koud op ratio gebaseerd. En wat zou jij dan aanraden? Um, hè, want de, dit wetende, hoe. Um... Is daarmee om te gaan? Of is het meer wat we gewoon voor lief moeten nemen van, nou, dit is gewoon hoe onze uh, maatschappij gebouwd is uh, op deze, uh, ja, met deze kalender, met deze uh, hè, tijden? Um, of is daar nog een, een manier mee om te gaan wat gezonder voor jezelf is? Nou ja, jij en ik gebruik, maken allebei gebruik van Kineweb. Dus die hebben de Dreamspel de dream in ieder geval, uh, houden zij aan. En, en dat geeft in ieder geval, zoals iedere dag, heeft een bepaalde dag energie. Dus een bepaalde stand van planeten, die heeft een bepaalde uitwerking op ons. Uh, en wij zijn de omgeving. Een voorbeeldje: de Schumann-resonantie, die dokter Schumann heeft uitgevonden. Die is iets van 7,26 hertz met 30 getallen achter, de, achter het cijfer. Die, die golflengte hebben wij ook op onze uh, alpha-golf in het brein. Maar daarvoor moeten we ons verbinden met, met de aarde. Dus wij, dus wij zijn in principe onze omgeving. Um, ...maar hoe ik dat zelf doe... ...is dus ja, door, door je daar gewoon dag in dag uit... ...op af te stemmen... ...los van het feit dat ik nu kan kijken naar... ...hoe laat het is en, en, en dat het nu vandaag... ...maandag de 19e is, februari... ...volgens de telling die we nu aanhouden... ...is het vandaag ook witte wind... Uh, ...toon 6... ...in het levenspad van de witte spiegel... ...in het jaar van de puntje, puntje, puntje... Uh, uh, ...van de... ...de dreamspel en gebruik ik dus... ...die tijdsbepaling... Die, die ...om langzaam een bewustzijn te verruimen. Dus het is naast de telling gebruik ik nu die telling en iedere dag tune ik erop in, s ochtends, en avonds, en ben ik gewoon dat aan het programmeren in mijn systeem. Ja. En wat is En in mijn academy, dus eigenlijk wat ik dus al doe met mijn uh, uh, cliënten en studenten is dat ik dit uh, doorgeef aan hen, omdat ik een samenleving wil bouwen. Waar deze centraal staat in plaats van de Gregoriaanse telling. Ja. En daarvoor moet ik dus heel veel mensen kennis laten maken met die nieuwe informatie. En misschien kunnen we dan van de dreamspel terug naar de klassieke telling of zo. Uh, maar dan hebben we in ieder geval een, een mechanisme die veel meer in harmonie werkt met de natuurlijke orde. In plaats van dat gekriskras met al die schrikkeltering van de, van, de, van de Romeinen. Ja. Ja. ja en het is interessant, want um, jij bent er al een tijdje mee bezig. Wat. wat... Wat uh, doet het met jou? Dat je ook zeg maar weet van uh, de dagen energie en uh, weet je wel wat je net zegt van uh, uh, witte wind? Op de, voel je dat ook? Of, ja. Uh. ja, nou wat, wat interessant is om, om even te kijken, dat, dat, daar, daar in principe is Remco daar veel beter in dan ik. Maar om, om, omdat de Tolkien en de Dream die werken vanuit de Fibonacci-sequentie, dus de, de gulden snede. Dus alles in het universum loopt in spiralen. Ons DNA is een helix. Wanneer je iemand ziet sprinten en je doet het in slow motion... zie je dat hij helixbewegingen maakt. Planten groeien in de helixen. Ja. Overal komen die patronen terug. Dus heilige geometrie, sacred geometry. Um, de civilisaties zoals... Dit is bijvoorbeeld een ketting van, uh, met technologie van de Egyptenaren... die, die zij gebruiken. Uh, ze bouwden niet voor niets dat die constructen. Want geometrie is orde, geeft orde... en laat energie op een bepaalde manier trillen. Ja. En, um, Even kijken. Je ja, was over wat, was wat, je? Um, wat het voor jou opleverde. Um, oh ja, wat het voor mij opleverde. Uh... Nou, dat, de, de vraag die ik in ieder geval ook kan stellen natuurlijk... is dat, van ja, maar omdat je dat ziet, ga je het creëren. Ja, dat klopt. Maar dat creëer ik dus liever dan wat we nu creëren. Ja. Of in ieder geval erbij, um, ja. In ieder geval daarnaast Om te kijken van, misschien kan ik straks de overstap gaan maken... met de community die, die ik zelf gebouwd heb... Uh, om dat te gaan ervaren. En gelukkig zijn er veel meer mensen wereldwijd die dat al doen... Maar wat ik er zelf uithaal is dus, omdat iedere dag een bepaalde energie heeft, kan ik dingen veel beter plaatsen en kan ik heel gericht aan mezelf werken, aan mijn transformatie. Dus het geeft mij een tool om dus mezelf en het leven beter te doorgronden, wat, de my, wat mijn mind gerust stelt. Um, en meer, het, het, het voelt logischer voor mij. Het voelt veel logischer dan de schikkel, schikkeltelling die we nu gebruiken. Mm -hmm. En op die manier kan ik dus heel makkelijk bij bepaalde dingen komen. Dus ik plan bijvoorbeeld ook bepaalde dagen met cliënten of evenementen uh, op bepaalde zegels in. Dus als ik bijvoorbeeld uh, een, een, een dag wil toewijden aan innerlijk kindwerk, dan doe ik dat op blauwe aap. Want dat is het zegel van het innerlijk kind. Als ik een dag wil uh, plannen om te gaan brainstormen, doe ik dat op geelzaad. Geelzaad is een soort planten van zaad. Uh, als ik, als ik uh, ultieme lichaamswerkdag wil doen, dan doe ik dat op rode maan of op rode slang. Ja. Lichaamsbewustzijn en het zuiveren van emoties. En zo zijn er allemaal zonnezegels en levenspaden... die mij helpen om, 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 ook in, om, om dingen te plannen. Om daar een passende energie bij te hebben, uh, te, te koppelen. Ja. En daarbij helpt het mij ook om andere, andere, andere mensen beter te doorgronden... en te leren kennen. Omdat het ego en de mind soms vervuild is geraakt... door alle conditionering. En dankzij GeneKey's Human Design, de Sokin. De en de Raid. Heb ik tools om te kijken. Klopt de conditionering met wat de ziel wilt ervaren in het leven? En kan ik mensen helpen om. En dus ook mezelf helpen om weer dichter bij mijn essentie te komen. En alles wat dan niet meer werkt, kan ik loslaten. Kan ik loslaten. Dus het is voor mij een, een heel erg uh, ja, transformerende manier van het kijken naar het leven en tijd. Ik, ik merk ook sinds, sinds ik dat nu doe. Ik denk dat ik. Tweeënhalf uh, jaar of zo. Mezelf dan nu mee moeilijk, dat ik veel meer flow en synchroniciteit in het leven ervaar. Veel meer dan daarvoor. Kan het ook, omdat dus het, het helpt. Dat is wat, ook, wat ik ervaar, hoor, dat ik dan daar gewoon mee bezig ben. Dus dan ben ik ook veel meer aan het voelen wat ik voel. Dus ik ben ook veel bewuster met wat ik voel, wat de, 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 de energie die je er in de dag hangt. Dus ik voel, je voelt ook verschillende energieën in de dag. Je voelt ook eerder of het van jou is, of dat het misschien collectief is, of um, je leert ook beter überhaupt beter te voelen. Tenminste, dat, dat is voor mij. En dat, dat is denk ik ook... Um, als je meer naar je, naar je gevoel gaat... en dus meer afgestemd kan zijn... of meer misschien wel ook... daardoor in je centrum te zijn. Um, waardoor je ook weer... meer synchronischheid ervaart. Dus ik denk dat het op verschillende aspecten... helpt. En uh, ja, ja. Ik dat is dus hoe ik het ook ervaar. Ja, ja. En wat is jouw, wat is jouw, uh, jouw zonnezegel, toon en levenspad in de dreamspel? Oh, Ik weet dus niet mijn witte wind. Dus, dus vandaag is mijn scheppingsenergie. Uh, toevallig. Jij zegt het net, ik heb nog, nog niet gekeken. Uh, maar ik weet dus helemaal niet zo heel veel. Ik ben, ben echt, denk ik nu een half jaar, een kwart jaar. Dat ik het echt goed elke dag ook eventjes bekijk. En, uh, maar ik ben dan nog niet dat ik zo ver helemaal de diepte in ga dat ik het zo op kan noemen. Um, maar ik vind het wel heel interessant. Dus het is echt een, een pad waar ik gewoon een beetje heel langzaam zo um, steeds wat dieper in ga. En uh, ik heb ook mijn jaarprofiel over dit jaar. Dat vind ik ook heel interessant. Van wat, wat zegt dit over, over dit jaar? En, uh, hmm. um, ja, we zitten nu in het jaar van de witte tovenaar. Ja. En wie, wordt, wie komt er in één keer uh, als uh, beste uit de verkiezingen? Geert Wilders. Ja. Ja. Geert is behoorlijk wit. Dat is wel humor, toch? Ja. En, dus <laughs> ja. dat soort dingen. Ja. Van, dat, 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 maar, dat, met, dat is geen Maar dat soort dingen... Um, dat vind ik dus heel mooi, maar dat moet ik dus nog gaan zien. Dat ik, dat als jij dit zegt, denk ik: Oh ja, weet je wel. Dus het is allemaal nog zo. Uh, ik voel mezelf nog echt een beetje als zo'n beginneling hierin. En dat ik gewoon zelf aan het voelen ben. En uh, al die zegeltjes. Ik weet je wel, ook heb ik het nu honderd keer. Ik voorbij komen. En ik: Oh ja, oh ja. En ik heb ook een heel. Het, het werkboek er nu van. Dat ik het gewoon wat meer uh, praktisch kan maken. Maar zo zijn er verschillende dingen. En dat is Human Design. Waar ik zo een beetje. Uh, wat ik van jou een beetje terug hoor. Ik kan helemaal zo. Poeh, Echt kaarten diepte de in gaan. Heel veel research en gelijk al die verbanden. Ik denk mm -hmm. dat ik het allemaal wat. Uh, <laughs> op een ja, rustiger, dus als ik uh, je nog een, een, een klein voorbeeldje mag geven van waarom het bijvoorbeeld zo logisch uh, voelt, voor mij, is dat een galactisch jaar in de, in de, in de, in de, in de Tolkien duurt 260 dagen. Een vrouw is hoe lang zwanger? 260 tot 284 zoiets dagen. Dan dus komt er 260 weer. Dus je hebt 260 dagen in die cycli om in vlees te komen. Nou, dat loopt al synchroon. Ja. Dat is al een, mo een mooie, mooie natuurlijke orde van de telling. Um, even kijken de, hoe ze bij de 62 zijn gekomen. Ze, de maaien zeiden van wij zijn een spiegelbeeld van bron en bron van ons. Dus hè, we hebben 10 tenen en 10 uh, vingers. 20 totaal. We hebben 13 ledenmaten. 13 keer 20 is, is 260. En zo hebben ze allerlei dus, uh, componenten van spiegelbeelden, waar, waar zij op bepaalde getallen komen in cycli. Een solair jaar is 364 dagen, dan heb je één dag buiten de tijd. Dan, dan zitten, zitten we misschien precies op het punt waarin de, de Evenaar helemaal, alsof het lijkt alsof het stilstaat. En daarna komt, dat is het middenpunt, en daarna komt hij weer in beweging. Mm -hmm. Uh, en zo heb je allerlei, ook, we hebben ook een grote cycli, dus wij gaan samen met de zon om de Pleiade in 260.000 jaar tijd. Hè, dus we hebben een kleine cycli, een microcycli en een macrocycli. En um, zo loopt alles dus in cycli. En, en zij, al die, get, die, get, die getallen, zeg maar, die, die komen overeen met bepaalde componenten van de Fibonacci, van de gulsneden, van allerlei componenten die we overal terugzien in het leven. Dus... We hebben bijvoorbeeld in de Gregoriaanse uh, telling... ...hebben wij twaalf... Uh, ...we hebben de Zodiac met twaalf. We hebben twaalf maanden. Maar er zijn dertien maanden... ...in één jaar. Dertien keer 28... ...is 364. Komt, op, op, komt dus uit... ...op één zo'n solaire jaar. Dus in één zonnejaar zijn dertien maanden. De islam gebruikt nog wel... ...een maankalender. Dus uh, met allerlei natuurlijke fenomenen... ...komen die... Wordt het ineens allemaal kloppend? Ja. En dan is de maandag een maandag, iedere maand weer. Ja. En de zondag, iedere maand, de zondag, iedere maand weer. Ja. Of moet ik zeggen, iedere maand, niet maand. maand. Maar de Romeinen ja. hebben het verkort, waardoor ons bewustzijn dus ook helemaal van slag is geraakt. Want wij moesten nog korter gaan leven, nog, nog meer doen in minder tijd. Dus nog meer beknelling en vernauwing. Uh, ja, en ga daar je creatie maar eens in scheppen, ja. in, die, in, die, in die rat race. Succes. <laughs> Ja. <laughs> hey Matthijs, is er nog iets um, uh, wat je nog uh, als laatste wil meegeven? Um, er is veel gezegd. In ieder geval uh, Hans, wegwijzen naar jouw mooie podcast, De Zelfregie-podcast. Waar jij uh, ook in gesprek gaat met hele interessante, inspirerende mensen. Ja, nou, ik denk, ik denk dat dat, dat is in ieder geval een mooie instap is uh, om, 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 om te leren. Ja, om in ieder geval wat te leren. Uh, maar ik, ik begin wel steeds meer te voelen dat ik, denk ik, zelf wat meer naar de voorgrond heb te komen. Dat ik niet meer alleen maar andere mensen op het podium heb te zetten. En ik vind het heel leuk om Andermans werk te bestuderen en, uh, en te netwerken op die manier. Maar. Soms heb je, dat zul je misschien zelf ook wel herkennen, dat je soms dan gesprekken gesprek hebt gevoerd. Denk je denkt van, nou, dat vond ik nou niet echt heel erg boeiend of heel, heel inspirerend. Dan leek het plaatje wat interessanter op de buitenkant dan dat je in gesprek ging met iemand. En dat er, dat er mensen zijn die wat meer marketingtechnisch gewoon heel goed st sterk en stevig staan. Maar ik voel dan niet de, de drang om. Die van wat zij aan het scheppen zijn. Dat er te veel commercie achter zit. Hm? En ik begin nu steeds wel. En we zitten nu ook in, 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 in de ruggen. Rug, in het centrum van de schepping. Dus hè, de sluiers die. Uh, die we gaan op, ja. op het doen. En ik kan dankzij dat stuk wel weer echt voelen van ja. Uh, in die zin ben ik hier echt. om die rol te vervullen. om echt mensen daar bewustzijn op te helpen uh, brengen. En, en een nieuwe maatschappij te creëren. waarin de harmonie. Uh, de overhand neemt in plaats van de disharmonie. En daarvoor hebben we echt een andere tijdsbepaling nodig. En, uh, en Dus ja, ik, 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 ja ik, ik wil mensen graag uitnodigen om, om bijvoorbeeld eens een keertje dan een webinar te komen volgen of zo. Dan kunnen ze me een beetje horen babbelen en kunnen ze vragen stellen. Maar in principe met, met de Zelfregie Academy ben ik dit aan het creëren. De mensen die daarin zitten, ja, die worden gewoon geprogrammeerd samen met mij om dit pad te bewandelen. Om uiteindelijk zo'n civilisatie te scheppen. En hopelijk, dat is dus mijn, mijn doel: om weer een intergalactische civilisatie te worden. Die piramides die overal op deze aardkloot staan. Hoe zijn die hier gekomen? Met welk bewustzijn zijn die hier gekomen? Wat wisten die mensen wat wij nu niet weten? En dat gaan we, wat mij betreft, sneller bereiken als we allemaal gezond zijn, als we onze pijn en shit niet meer ontkennen, als we ons houden aan de wetten van de natuur, als we een nieuw tijdsbewustzijn gaan implementeren. Uh, en, en dus stevige community gaan bouwen... waarin iedereen zijn eigen plek mag... op zijn eigen plek mag gaan staan. En dat is eigenlijk dus... waarvoor ik hier volgens mij ben gekomen. Um, dus ja, in die zin... Uh, mijn vriendin Maite... Die, die, die geeft aan dat ze in september... als het goed is gaat helpen om de academy uh, te versterken. Die is een toon 4... dus die is ook heel goed in het aanbrengen van vorm. Um, ik ben meer van het ontvangen... en, en ik, ik leef gewoon mijn boodschap. En, en, en ja, ik, ik ben niet de... Oh, ik, ik, ik kan een heleboel dingen maar ik kan maar zoveel in mijn eentje en om die uh, die bewustzijnsrevolutie als het ware uit te bouwen ja hebben we gewoon mensen nodig die meedoen in dit in in de, in dit in deze baan ja? en uh, ja dit ondersteunen dus ja wil ik nog iets delen <laughs> um, ja ik, ik, ik hoop dat als dit je raakt um, en, en je voelt die resonantie bij dat je ja dat je een keertje een webinar of een event komt volgen en uh, en en hopelijk als jij een van, want dat is dus ook een gegeven, denk ik, dat er veel van die mensen zijn, zielen die overleden zijn in Amerika, die door die genocide zijn omgekomen, die in hun ziel nog steeds dat stukje Native voelen. En in een van de prof, profeties, de, de, prophecy, de Rainbow Prophecy bijvoorbeeld, ja, als de, 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 de uh, dat was ook wat de Natives zeiden tegen de Westelingen van. Wij zullen terugkomen als jullie klein-kleinkinderen. En wij zullen de kleuren van de regenboog terugbrengen. En de orde en de, en de harmonie met de natuur, natuur herstellen. En dat is ook weer een Maya. Zien nu die klote regenboogvlaggen? Met transgender, ja. homoseksualiteit en al die shit. Dat is weer een Maya. Dat is weer een Maya. En, en die shit, daar moeten we doorheen gaan breken. In mijn optiek. Die hebben we te, te leren doorzien. In liefde, met compassie. Maar volgens wel, volgens wel te kiezen. Dit gaan wij creëren ja. en niet dat. Nog meer van deze bullshit. Want dit heeft ons ge al genoeg wa waanzin opgeleverd. Waar kunnen mensen um, zich aanmelden voor een webinar of meer informatie over jou vinden? Jouw website? Ja, matthijsvandoesburg.com en uh, uh, ja, mijn Instagram ben ik uh, behoorlijk actief. Matthijs van Doesburg. En, uh, en uh, ja, als je als je wat meer wilt leren over al die modaliteiten die uiteindelijk dit hebben gecreëerd, dan kun je naar dezelfde podcast uh, kijken op YouTube ook op YouTube heet mijn uh, 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 kun je me vinden op Matthijs in Doesburg. Dus er is best wel veel gratis uh, interessante content te vinden. Maar uh, ja, ik, ik kan ik kan ook weer dankzij dit gesprek over voelen dat 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 hier wel echt een groot gedeelte ligt van mijn van mijn missie en mijn doel. Uh, want er is gewoon een enorme distorsie van Yin Yang energie op deze aardkloot en, en en er is zoveel shit. En ja, we hebben het nodig voor contrast om te groeien. Maar ja, de de, de mag echt wel iets gaan gebeuren, zeg maar. Ja. Absoluut, die voel ik ook. Mooi, een mooi werk, ook dat jullie het samen gaan... Uh, of tenminste dat jouw vriendin jou gaat helpen. Hoe meer mensen aan dit soort mooie initiatieven bouwen... hoe beter, denk ik. Ja, dus, uh, zeker. En, en dit is natuurlijk het stukje gezondheid. Uiteindelijk hebben we ook wat... want ik heb begrepen dat jij wat meer in het, uh, het, uh, het geldverdien-vak uh, uh, yeah, zit. Tenminste, daar associeer uh, ik jou uh, natuurlijk mee... Uh, uh, omdat uh uh, ik jou op Holistic Algarve heb ontmoet met die dag. Ja, ik zit meer uh, yeah. op vrijheid. Eigenlijk je eigen pad kunnen bewandelen. Wij zitten ook iets meer in shift... Maar uh, bij mij zit het echt meer het, natuurlijk, um, ja, het leven. Leven, mm. vrijheid en je eigen pad durven te bewandelen. Kunnen bewandelen, ja. Yeah. Dankjewel Matthijs voor dit mooie gesprek. Dankjewel En uh, lieve luisteraar, lieve kijker, als je dit kijkt... Uh, waardeer deze video. Geef dan vooral een uh, like. Laat een reactie achter, dat vinden we ontzettend tof. En uh, dankjewel en tot de volgende. Ciao.